Goedemiddag, collega's. We zijn verontschuldigd van de MVP Livan in het buitenland. Mevrouw Thibault, autre devoir. Meneer Sevenans, gezondheidsreden. Meneer Broers, gezondheidsreden. Meneer Sannen, opdracht in het buitenland. Meneer De Winter, andere plichten. Chers collègues, j'ai le devoir de vous annoncer le décès d'un ancien sénateur. Le Sénat a appris avec un vif regret le décès de M. Jean-Pierre de Cliple, sénateur honoraire. Votre président a adressé les condoléances de l'Assemblée à la famille de notre regretté ancien collègue. En we gaan nu de mondelinge vragen aanvatten. En de eerste vraag aan de orde is die van collega Van Rompuy. Aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over de budgettaire impact van het relanceplan 2012. U heeft het woord, collega. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister. Mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig de volgende. Binnenkort is er het relanceplan van de federale regering. En mijn vraag aan u is of dat u kan garanderen of erover zal waken dat dat relanceplan budgettair neutraal zal zijn. Niet alleen wat betreft het tekort, want we mogen niet de vergissing maken die we eerder gemaakt hebben om een aantal lichte meevallers onmiddellijk op te soeperen. En zeker als het gaat over de lage rente die we nu genieten en die we genieten dankzij onze inspanningen. Maar ook niet alleen wat betreft het tekort, laten we ook voor ons land de schuldgraad niet vergeten dat ook daar men geen maatregelen neemt die de schuldgraad zouden kunnen verhogen. Er zijn verschillende manieren waarop dat zou kunnen gebeuren. In de eerste plaats is er de ezerneutrale manier en in de tweede plaats is er of zijn er manieren om schulden aan te gaan die vallen buiten de klassieke schuldberekening. Ik denk aan het aangaan van volksleningen en dergelijke. Dus ik heb een dubbele vraag voor u. Kan u garanderen dat het relanceplan dat aangekondigd is voor 21 juli, zowel qua tekort als qua schuldgraad in al haar betekenissen, budgettair neutraal zal zijn. Ik hoef niet te zeggen dat we de rekening niet mogen doorschuiven naar de volgende generaties. Die fout mogen we niet opnieuw maken. Ik dank de minister voor zijn antwoord. Dank u, collega. Het woord aan de minister. Zoals u wil, minister. We verwachten u hier, als u wil. Beste collega, de regering heeft beslist om een strategie uit te werken om een duurzame relance van onze economie en een versterking van de concurrentiekracht van onze bedrijven mogelijk te maken, om zo de economische activiteit en de creatie van duurzame werkgelegenheid te bevorderen en de koopkracht van de burgers te vrijwaren. De kern besliste gisteren dat dit budgettair neutraal zal gebeuren, waarbij het vastgelegde traject van het Belgische stabiliteitsprogramma in aanmerking wordt genomen, namelijk de vermindering van het deficit tot 2,8% van het BBP in 2012, tot 2,15% in 2013 en tot een nominaal evenwicht in 2015. Naar gelang de bevoegdheden van elk marktniveau en het Belgische model voor sociaal overleg zal deze strategie worden uitgevoerd in overleg met de gemeenschappen en gewesten en de sociale partners. Hiertoe zullen volgende week bijeenkomsten worden georganiseerd. De regering heeft zichzelf tot doel gesteld om tegen 20 juli een akkoord te bereiken over de relance-strategie. Tot slot, voor wat betreft de begrotingscontrole van juli, heeft de ministerraad aan het monitoringcomité gevraagd om op basis van de parameters in de voorlopige versie van de economische begroting 2013
op 6 juli een rapport te publiceren met betrekking tot de situatie van de Belgische openbare financiën voor het jaar 2012 en dit in het licht van het meerjarenperspectief zoals in het stabiliteitsprogramma overeengekomen. Dank u wel, meneer de minister. Collega Van Rompuy. Dank u, meneer de minister, voor uw antwoord en uw stellingname. Ik begrijp en ben daar zeer gelukkig om dat u strikt zal waken over het begrotingstekort ook bij het relanceplan. Ik begrijp dat mijn vraag over de schuldgraad u enigszins verrast heeft, want hij stond niet op het papiertje. Dus, maar in ieder geval, daarmee weet u dat we vanuit het parlement het thema van de schuldgraad verder zullen volgen in al haar vormen, lees, volksleningen en dergelijke meer. Ik dank de minister voor zijn antwoord. Het incident is gesloten. Aan de orde is nu de vraag van collega Tommelijn aan de staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en fiscale fraude over de aanpak van de uitkeringsfraude. U heeft het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de staatssecretaris, uit onderzoek van het Nederlands ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat er een zeer groot draagvlak is onder de Nederlandse burgers om sociale fraude harder aan te pakken. Uit het schrijven van uw Nederlandse evenknie blijkt herhaalde fraude, ik spreek wel van herhaalde fraude, met uitkeringen regelmatig voor te komen. De UWV alleen al heeft jaarlijks 2500 keer te maken met personen die binnen de 2 jaar opnieuw frauderen. Vandaag behandelt de Nederlandse Tweede Kamer een wetsontwerp van de Nederlandse regering dat onder andere regelt dat de uitkeringsontvangers die voor de eerste keer frauderen, vanaf 1 januari 2013 de ten onrechte verkregen uitkering terug moeten betalen en daarnaast hetzelfde bedrag aan boete opgelegd krijgen. Als zij opnieuw frauderen, krijgen zij nog een hogere boete. Deze boetes worden vanaf 1 januari maximaal 10 keer hoger dan nu het geval is. De boete wordt verrekend met de uitkering, waardoor zij tijdelijk minder of geen uitkering ontvangen in de toekomst. Het wetsvoorstel regelt ook dat de boetes voor frauderende bedrijven flink omhoog gaan en activiteiten van bedrijven bij een derde overtreding stil kunnen worden gelegd. Ik had dan ook graag aan u een volgende vraag gesteld, meneer de staatssecretaris. Graag had ik van u vernomen of u het ook eens bent met het feit dat frauderende uitkeringsontvangers de ten onrechte verkregen uitkering terug moeten betalen en daarnaast hetzelfde bedrag aan boete opgelegd krijgen en dat deze wordt verrekend in de uitkering. Zult u dit in wetgevende initiatieven vertalen? 2. Beschikt u over concrete cijfers over herhaalde fraude bij uitkeringen en bent u tevens voorstander van een verharde aanpak van deze hardleerse fraudeurs? Het gaat dus niet over toevallige fraudeurs, zoals ik al een paar keer in een reactie of in een verdediging van sommigen gehoord heb. Het gaat over hardleerse fraudeurs door het vertienvoudigen van de boete. Als u het daar niet mee eens bent, welke andere alternatieve sancties hebt u dan wel voorzien? Dank u wel. Dank u wel, collega. Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u, voorzitter. In eerste instantie misschien de huidige situatie voor de straffen zelf. Welke sancties bestaan er? Het is zo dat bij vaststelling van echt frauduleuze handelingen dat er een kans is om uitgesloten te worden van het recht op uitkeringen. Dat is 1. 2. Wat men noemt de sancties niveau 4, onder andere door valsheid in geschriften. Er is deze week een grote uitkeringsfraude veroordeeld in Gent. Valsheid in geschriften om uitkeringen te krijgen. Eigenlijk staan op die niveau 4 sancties mogelijke gevangenisstraffen van 6 maanden tot 3 jaar of strafrechtelijke boetes van 3.600 tot 36.000 euro. Het is toevallig dat het tienvoud daarin zit in de mogelijke strafbepalingen. Bij de administratieve boetes, als men die weg kiest, is dat 1.800 tot 18.000 euro, opnieuw dat tienvoud dat erin terugkomt. Dat is eigenlijk, ik schets dat eventjes om het kader mee te geven waarin de sancties nu gebeuren. De concrete vraag naar recidive, wat is mijn standpunt daarover? Ik heb eerder, we hebben die discussie in Senaatscommissie of Kamercommissie al 1 keer gehad. Ik heb toen gezegd dat ik er voorstander van ben om recidive mee te nemen in de strafbepaling. Ik ben er echter niet van overtuigd en daarom verwijs ik naar de huidige sancties
dat wij wettelijke aanpassingen moeten doen aan de strafbepalingen zelf. We hebben voorkeurstrafrechtelijk 3.600 tot 36.000, administratief 1.800 tot 18.000, maar recidive zou wel een belangrijke factor moeten of kunnen worden, dat is mijn mening, in de uiteindelijke strafbepaling om naar die hoge boetes te gaan. Wat dan nog bijkomend, we hebben deze week met collega De Blok aangekondigd, dat was toevallig in Oostende, dat we heel erg willen inzetten op het preventieve. Omdat vaak wordt vastgesteld dat de terugvordering, de recuperatie van onterecht betaalde uitkeringen of bijstand zeer moeilijk zijn. Dat klanten soms insolvabel zijn of we in situaties komen dat men zorgt dat men insolvabel is. Dus er gaat zeer veel tijd en energie naar de recuperatie van die onterecht uitgekeerde uitkeringen of bijstand. Dus willen wij heel hard inzetten op het preventieve. Vermijden dat er onterecht wordt uitbetaald, willen we daar bij die analyse van risicoprofielen, zo heet dat, sterk inzetten op het gebruik van data, van gegevens, omdat degene die het dossier moet doen van de uitkeringsaanvrager of de bijstandsaanvrager veel sneller zou kunnen zien of een aanvraag terecht is en onterechte aanvragen vermijden. Men zit in die vaststelling ongeveer, dat was de situatie die men in Oostende aangaf, zat men op 5% frauduleuze uitkeringen of bijstand. Dat is de grote orde, maar haalde men ook aan dat de moeilijke invorderbaarheid veel tijd in beslag neemt. En tenslotte, deze week haalde de eurocommissaris die bevoegd is voor fraudebestrijding aan, dat hij ook wil inzetten op grensoverschrijdende fraude, het Europese probleem, door onder meer het inleggen van minimumsancties. Dat kan nuttig zijn in dat debat. Hij spreekt vooral over fiscale fraude, maar ik denk dat het best over de twee gaat, ook Europees. En ten tweede verwees ook hij naar het intensiever uitwisselen van gegevens, ook tussen lidstaten. En dat is niet onbelangrijk, omdat wij vaak bij uitkeringen of bijstandsdossiers een vermogenstoets moeten doen waar we afhankelijk zijn vaak van de gegevens die we krijgen van andere lidstaten. En zeker binnen Europa zou dat vlot moeten kunnen. Tot zover. Dank u, meneer de minister. Collega Tomlin. Meneer de staatssecretaris, ik ben verheugd dat inderdaad de aanpak van zowel fiscale als sociale fraude in de voorbije maanden op een quasi gelijkaardige voet werd behandeld. U weet dat ik in het begin van deze regerings, dat was mijn eerste vraag toen jij de eed had afgelegd, inderdaad schrik had dat het enkel over fiscale fraude ging gaan. Niet dat wij geen fiscale fraude willen aanpakken, integendeel, elke fraude is te verwerpen en zorgt ervoor dat belastingbetaler die op een correcte manier zijn verplichtingen nakomt, het dupe wordt. Maar ook sociale fraude is belangrijk. Ik begrijp ook dat jij en ook ikzelf en collega De Blok uiteraard wil inzetten op preventie om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken niet mogelijk zijn. Maar het is toch ook wel belangrijk dat bij recidivisme, bij mensen die hardleers zijn, die doelbewust meerdere malen frauderen, dat daar inderdaad opgetreden wordt. U verwijst natuurlijk naar de uitspraken van de rechtbanken, maar ja, uiteraard hebben wij daar weinig vat op als politici. Wij zullen toch moeten de richting aangeven wat wij willen voor bepaalde zaken. En het is toch ook belangrijk dat heel duidelijk vanuit de politieke wereld het signaal komt dat wij willen dat recidivisme zwaar wordt aangepakt en dat er effectief zware boetes, zowel voor privépersonen, maar ook voor bedrijven. Dank u, collega. Het incident is gesloten. Aan de orde is nu de vraag van collega Anjou aan de minister van Justitie over de vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Vilvoorde. U heeft het woord. Dank u, voorzitter. Collega's, mevrouw de minister. U weet dat in deze Senaat spoedig en met een beetje geluk spoedig we kunnen overgaan tot de ontdubbeling van het kiesarrondissement, nee, van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en tot de splitsing van het parket binnen Brussel en Halle-Vilvoorde. Dat is natuurlijk heel belangrijk, een heel belangrijke materie. Een andere belangrijke materie is dat die hervorming de rechtszekerheid helemaal niet in het gedrang mag brengen, integendeel eigenlijk de rechtsbedeling nog moet versterken. Of moet kunnen versterken. En ik geloof daar ook heel sterk in. Maar daarom heeft de ruime meerderheid, 8 partijen, zich geëngageerd om ook tijdens deze regeerakkoord
binnen het regeerakkoord en dus binnen deze regering om snel te kunnen overgaan tot een ernstige planlastmeting. Om juist ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende magistraten, zetelende en staande parketmagistraten en anderen kunnen aangeworven worden, kunnen werken of kunnen blijven werken. Vandaar mijn vraag, en eigenlijk is mijn vraag heel kort en bondig. 30 mei is er een advies geweest van de Hoge Raad voor Justitie. Een advies waarin dat helemaal niet, zoals sommigen zeggen, zou bepaald zijn dat de werklastmeting jaren pas in 2017 zou kunnen gerealiseerd worden. Nee, daar staan een aantal mogelijkheden in om binnen de voorziene timing die werklastmeting te kunnen realiseren. Daarvoor zijn criteria nodig, belangrijke criteria, en daarvoor is er vooral iemand nodig die deze zaak in handen neemt. En dat moet u zijn, dat bent u. Dus mijn vraag is, mevrouw de minister, gelooft u dat we alles in het werk kunnen stellen om inderdaad deze werklastmeting zo snel mogelijk te realiseren? En wanneer zal u overgaan tot het bepalen van de werkmethode en de criteria die daarvoor moeten vastgelegd worden? Want dat is essentieel. We moeten weten volgens welke criteria die werklastmeting gemeten zal worden. En daarvoor lijkt mij het advies van de Hoge Raad voor Financiën interessant, omdat daar een aantal pistes in worden gegeven om op de basis van de huidige cijfers toch een ernstige werklastmeting snel te kunnen realiseren. Ziezo. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, beste collega's. Ja, ik moet jullie uiteraard niet zeggen dat dit belangrijke wetsvoorstel om de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, dat dat op dit moment hier in volle bespreking is in de Senaatscommissie waarbij u zit en dat al besproken is geweest in de Kamercommissie en ook gestemd is in de plenaire vergadering. En uiteraard zal bij de hervorming rekening gehouden worden met de gevolgen voor het gerechtspersoneel. De werklastmeting is daar een superbelangrijk gegeven bij. We zijn er al mee gestart en u weet dat de werklastmeting al een beetje de never-ending soap of verhaal is bij alles wat te maken heeft met justitie. Maar we zijn al gestart vooraleer de bespreking in de groep van 8 met betrekking tot de werklastmeting. Zijn we al gestart met alle voorbereidingen om een extra injectie te geven voor die werklastmeting hier in Brussel en voor de gevolgen voor het gerechtelijk arrondissement. Ik zal dat keihard steunen, keihard verdedigen en keihard ervoor zorgen dat daar een goede werklastmeting komt, want wij weten dat die belangrijk is voor de uitvoering van dit gerechtelijk akkoord Brussel-Alleville-Voorde. We zijn met die beraadslaging daarover al bezig in onze geëigende overlegstructuren. Stel dat dat op een bepaald moment niet tot een goed einde komt, dan zullen we op een andere manier er toch voor zorgen dat er effectief een werklastmeting komt. In het advies van de Hoge Raad voor Justitie staan een aantal suggesties vermeld die op dit moment moeten worden onderzocht. In zoverre van het resultaat van dit onderzoek nuttig kan zijn, zal het ook ingeschreven worden in de manier waarop we de werklastmeting gaan doen. En we zullen vooral er niet voor zorgen dat die werklastmeting als essentieel onderdeel om de implementatie van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel te doen, zal ik er in elk geval alles aan doen als minister dat dit tot een goed einde wordt gebracht. Dank u, mevrouw de minister. Meneer Hansjo. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor dit voluntaristische antwoord. Hieruit blijkt heel sterk dat u zich engageert, dat de regering zich engageert. En dat is wat we nodig hebben. Ik vind dat dat ook een stuk zekerheid geeft in de discussie waar we grondig mee bezig zijn. Ik ben zeer blij met dit antwoord. Dank u wel. Het incident is gesloten. Alors, du jour est la question orale de madame Zrien, à la ministre de la Justice, sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur les problèmes à la prison de Tilburg. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Suite à une visite en 2011 à la prison de Tilburg, le Comité de prévention de la torture, le CPT, qui est une instance du Conseil de l'Europe, a mentionné dans l'un de ses rapports, publié ce mardi 26 juin, que des problèmes de violence ainsi que des problèmes linguistiques y avaient été constatés. Si la prison de Tilburg se situe en territoire hollandais, elle ne nous est pas pour autant étrangère, dès lors qu'en vertu d'une convention belgo-néerlandaise, des ressortissants belges y sont incarcérés. Si aucun mauvais traitement à l'encontre des détenus n'a été déploré, le CPT constate cependant
que l'établissement pénitentiaire de Tibur connaît de réelles violences entre détenus. Cette violence est, semble-t-il, liée au taux élevé d'occupation dans les anciens dortoirs militaires, ainsi qu'au mélange de catégories de condamnés dans les cellules. En conséquence, le comité de prévention de la torture a recommandé qu'une priorité soit accordée à la diminution graduelle du nombre de lits dans les dortoirs. Par ailleurs, des problèmes de nature linguistique ont été également épinglés, notamment pour les détenus francophones et arabophones. Ainsi, la brochure remise aux détenus n'est disponible qu'en néerlandais et certaines mesures disciplinaires, telles l'isolement, ne sont signifiées qu'en néerlandais aux personnes emprisonnées. Madame la ministre, quelle est votre conclusion quelle est votre position sur les conclusions de ce rapport et quelle position pouvez-vous adopter pour en corriger les aspects négatifs, étant donné que nous avons certains de nos ressortissants qui y sont. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. Le rapport est positif, il y a des remarques, mais rien de réellement négatif. Concernant la violence, le rapport est en réalité très nuancé. Il faut plutôt parler de tensions que de réelles violences physiques qui sont très rares. Le personnel est très professionnel et garde la situation sous contrôle. À l'heure actuelle, diminuer la population de Tilburg n'est pas une option vu la surpopulation. Aussi, dans les prisons flamandes se trouvent des détenus d'origine étrangère. Les membres du personnel connaissent souvent une autre langue et tout le monde peut se faire comprendre. C'est également le cas à Tilburg. En plus, nous disposons à Tilburg d'un psychologue francophone et d'un psychologue bilingue. Dans ce sens, il n'y a aucun problème linguistique. Tous les dossiers peuvent être traités. Nous allons répondre aux remarques du CPT selon la procédure habituelle. Certains points pourront certainement être résolus. Pour d'autres, nous lui communiquerons notre position. Mais je pense qu'en tout cas, on doit avoir dans la tête, si on regarde le rapport, on doit avoir dans notre tête, en fait, la comparaison avec d'autres prisons ici sur notre territoire et faire la comparaison réelle pour la situation des détenus. Merci, Madame la Ministre. Madame Zrien, vous souhaitez répliquer? Voilà. Madame la Ministre, je peux comprendre que vous voyez plutôt le verre d'un côté plutôt que de l'autre. Je voudrais simplement rappeler que lorsque nous nous sommes engagés à envoyer certains prisonniers ou détenus à Tilburg, que nous avons obtenu du ministre de l'époque des assurances totales quant à la qualité du travail qui était fait. Et donc, loin de moi, l'idée de parler de la compétence professionnelle des équipes d'encadrement, mais je peux quand même me permettre de souligner que le rapport du comité de prévention et de la torture souligne ces points-là et qu'il serait quand même dommageable de ne pas les prendre en considération. Il reste que la question linguistique, ce n'est pas parce que les opérateurs sont bilingues qu'automatiquement le respect des droits d'autres personnes sont totalement respectés. Et donc il serait quand même extrêmement important, je pense aux mesures disciplinaires, qu'il y ait peut-être un autre type de communication qui soit fait. Et comparaison n'est pas raison, c'est pas parce que peut-être certains lieux chez nous ne sont pas bons qu'il faudrait automatiquement en faire une norme pour les autres. Merci. Merci. L'incident est clos. Ok. En attendant la venue d'un ministre, je propose que nous entamions l'agenda des projets de loi. Et nous commençons par le point 2. Projet de loi portant assentiment à la Convention numéro 176 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité et la santé dans les mines. Le rapporteur est M. Dams, qui réfère à son rapport écrit. Est-ce que quelqu'un demande la parole dans la discussion générale? Non. Si tel n'est pas le cas, elle est close. Nous procédons maintenant à la discussion des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Nous procéderons plus tard au vote nominatif sur l'ensemble du texte. Nous passons au point 3.
Projet de loi portant assentiment à l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol. De rapporteur, meneer Rancio, wens u tussen te komen? Nee, voorzitter. Ik verwijs graag naar het schriftelijk verslag. Ik dank u daarvoor. Wenst iemand tussen te komen in de algemene bespreking? Als dus niet het geval is, wordt die gesloten. Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerkingen aangenomen. Artikel 2, geen opmerking aangenomen. Artikel 3, geen opmerking aangenomen. Wij zullen later stemmen over het geheel van de tekst. Wij gaan over naar een punt 4 van de agenda. Projet de loi portant assentiment à l'accord sur le transfert routier entre le gouvernement belge et le gouvernement macédonien. De rapporteur is de heer Daams, die verwijst naar zijn schriftelijk verslag. Als niemand het woord vraagt, mevrouw Van der Meer, schrijft het woord. En dan collega Van den Berg. Mevrouw de voorzitter. Wat betreft punt 4, maar ook 5, 6 en 7 en 8 zijn gelijkaardige akkoorden eigenlijk die we hier ter stemming gaan voorleggen. Wel, zowel al die punten samen gaan wij niet goedkeuren. En wel meer bepaald om de bepaling die daarin staat over ongeregeld vervoer. Volgens onze fractie biedt dat onvoldoende garanties tegen illegale immigratie. We zijn hier in Europa met het vrij verkeer van personen geconfronteerd. En dat vrij verkeer van personen is goed, alleen het wordt niet voldoende opgevolgd en gecontroleerd en geeft problemen wat betreft illegale aanwezig in de EU. En dus nu nog enkele akkoorden bij goedkeuren waar er geen volledige garanties zijn tegen die illegale immigratie, dat kunnen wij eigenlijk absoluut niet goedkeuren, omwille dat dan het principe van dat vrij verkeer bijna uitgebreid zou worden tot zelfs landen buiten de EU. Dus het gaat ons vooral over die ongeregeld vervoer, reden waarom wij dus van punt 4 tot 8 niet zullen goedkeuren. Dank u, collega. De heer De Bruin. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in commissie ook al gewezen op een aantal opmerkingen die de Raad van State bij deze akkoorden of deze wetsontwerpen heeft gemaakt, namelijk dat voor een aantal van hen absoluut niet duidelijk is in welke mate de deelstaatbevoegdheid werd gerespecteerd. En de Raad van State wijst erop dat dat wel degelijk vereist was. En een tweede opmerking van de Raad van State betrof ook eerder een technisch, maar toch niet onbelangrijk aspect, waarbij gewezen werd op het feit dat een tweetal van deze akkoorden ondertekend werden schijnbaar door een kabinetsmedewerker, waar het maar zeer de vraag is of een kabinetsmedewerker daartoe gemachtigd is. In principe is het de minister die die bevoegdheid kan delegeren naar bijvoorbeeld een ambassadeur. Er was vanuit het kabinet verzekerd dat over beide punten die door de Raad van State werden opgemerkt en waar wij op zijn tussengekomen, een omstandig antwoord, een verduidelijking, een verklaring zou worden overgemaakt. Wij hebben die niet ontvangen, niet in commissie, ook niet persoonlijk. Dus wij handhaven onze onthouding zoals we die ook in de commissie bij de betreffende voorwerpen hebben gehouden. Maar inhoudelijk, voor alle duidelijkheid, hebben wij verder geen problemen met deze akkoorden die vaak ook al van heel wat jaren terug dateren. Dank u, collega De Bruin. Heer Ancio. Voorzitter, ik vind het eigenlijk best grappig dat op basis van een titel mensen zich tegen deze voorstellen ontwerpen van internationale akkoorden keren. Het gaat hier helemaal niet over de mogelijkheid om legaal of illegaal illegale immigratie, wat dan ook. Waar het hier over gaat is over een internationaal akkoord tussen ons land en de respectievelijke landen die hier allemaal worden opgesomd. Dus Macedonië, Georgië, Kazachstan, Albanië, de Russische Federatie, dat zijn ze. Over de wijze waarop verkeer van goederen en verkeer van mensen wordt georganiseerd en aan welke veiligheidsvoorwaarden dat moet voldoen. Dat gaat dus helemaal niet over, ja maar hoeveel mogen er hierin of niet. Het gaat erover hoe dat die camions en die bussen moeten georganiseerd worden. Aan welke veiligheidsvoorwaarden die moeten voldoen. Dus de blinde obsessie van een partij hier aanwezig, alsof dat er hier ja, mogelijk illegale immigratie mee zou kunnen georganiseerd worden, is gewoon onzin.
Ik denk, als men tegen deze verdragen is, ja, dan is men gewoon tegen verkeersveiligheid. Want daar gaat het over. Dank u, collega Van der Meers. Ja. Als meneer Asio over een partij heeft, dan heeft hij het over het Vlaams Belang. Waar ik het over heb, is het ongeregeld vervoer. Mensen komen hier inderdaad illegaal, op illegale wijze de Europese Unie in en hebben dan vrij verkeer van personen, is sowieso. En hoe u uw vervoer regelt, hoe u die akkoorden hier maakt, die geven geen garanties over wat er juist en wie er juist vervoerd wordt. En daar gaat het mij over. Er moet inderdaad een regeling zijn en er moet een strikte regeling zijn. En ik zou dus meer garanties willen. Ik zou een beter akkoord willen. Deze akkoorden volstaan niet en daarom stemmen wij tegen. Mevrouw de voorzitter, we hebben juist het ontwerp behandeld over de verkeers, de lucht, de veiligheid in het luchtverkeer. Ja, oh, het is natuurlijk best mogelijk dat er in een van die vliegtuigen wel eens een illegaal zal zitten. Dus u gaat daar zonder enige twijfel tegenstemmen, maar het gaat hier wel over Eurocontrol en die de autostrade regelt die boven ons hoofd zich afspeelt. Daar gaat het over. Dus uw obsessie is gewoon onwaarschijnlijk. Allee, we gaan dan eerst voor een persoonlijk feit en dan meneer De Bruyne, dan sluit u af. Eurocontrol, punt 3 van de agenda, keuren wij gewoon goed. Eurocontrol, dat gaat over de voorrechten en immuniteiten die aan internationale organisaties gegeven worden, waarbij Eurocontrol ook een internationale organisatie is en de regeling die daarvoor getroffen wordt. Daar heb ik absoluut niks op tegen. En dat gaat ook helemaal niet over wie er in een vliegtuig zit. Dat gaat over die organisatie Eurocontrol. Maar hier gaat het dus een akkoord over het wegvervoer. Een aantal bepalingen worden daarin naar voren gebracht en die zijn niet strikt genoeg. Daar zijn niet voldoende garanties. Het gaat dus over iets helemaal anders dan die Eurocontrol. Dank u, meneer De Bruyne. U heeft het laatste woord. Iedereen heeft natuurlijk het recht om het even welk argument, om het even welk standpunt te verduidelijken, maar het zou het niveau van de discussie in plenaire in elk geval ten goede komen als we dit soort argumenten in een commissiezitting kunnen horen en daar eventueel kunnen weerleggen. Ik vind het stuitend gewoon om hier te moeten horen maar wat voor een argument dat inderdaad absoluut niets te maken heeft met het onderwerp waar we het hier over horen te hebben. Wordt aangekondigd dat een bepaalde stemgedrag zal worden aangenomen. Maar goed, iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken waar hij denkt dat welke argumenten moeten aangebracht worden. Dank u wel. En daarmee is de algemene bespreking gesloten. We gaan over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerkingen aangenomen. Artikel 2, geen opmerkingen aangenomen. En wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. En ik herneem de mondelinge vragen. D'abord, je mets à l'ordre du jour la question orale de Madame Arena au secrétaire d'État à l'environnement, à l'énergie et à la mobilité et aux réformes institutionnelles sur l'annonce de fermeture des centrales thermiques. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez remarqué, nous sommes aujourd'hui au cœur du débat de l'approvisionnement énergétique en Belgique et nous savons que la position du gouvernement quant à l'avenir du nucléaire devra être annoncé incessamment. À l'occasion de ce débat, une controverse est née, controverse qui a été mise sur la place publique et particulièrement dans les médias quant à l'annonce par Electrabel de la fermeture de centrales thermiques classiques. Ce choix aurait une influence sur la sécurité d'approvisionnement globale de la Belgique et entraînerait, selon certains, la nécessité de maintenir encore en service les centrales nucléaires. Electrabel répondrait que ces fermetures planifiées depuis longtemps concernent des unités qui sont à l'arrêt également depuis longtemps. Et donc je trouve qu'il est un peu dommage que ce débat ait lieu sur la scène médiatique et un peu moins sur la scène parlementaire. Et donc la question est tout simplement, pouvez-vous apporter des précisions sur la situation des centrales dont la fermeture est annoncée et plus particulièrement sur le fait qu'elles sont complètement ou sporadiquement arrêtées. Merci. Merci Madame la Sénatrice. Monsieur le Secrétaire d'État. Oui, Madame Arena, je vous remercie vraiment pour cette question parce que, comme vous le soulignez, on a un peu l'impression que c'est de temps en temps difficile d'avoir des débats sereins sur ce thème-là, tant directement, on rentre très vite dans la caricature. On va peut-être dire que c'est vrai qu'un certain nombre de centrales peuvent être arrêtées, les raisons des arrêts de centrales peuvent être très différentes, soit c'est la fin d'un permis, soit c'est des questions environnementales, soit des questions de rentabilité. Peut-être dire que dans le troisième paquet des directives énergétiques, donc c'est ce que nous avons voté début de cette année 2012, après un travail parlementaire important en 2011,
chaque producteur doit avertir l'autorité 15 mois avant une fermeture définitive ou temporaire. Et donc, il est clair que à la date prévue, donc en vue de fermer le 1er septembre 2013, Electrabel a annoncé la fermeture d'un certain nombre de ses centrales conformément à la procédure qui lui est imposée. Peut-être dire aussi que dans le cadre de la consultation qui a été faite par mon administration liée à la sécurité d'approvisionnement en tant que telle sur, entre guillemets, la question qui est posée à tous les investisseurs, producteurs en Belgique, tiens, quelles sont un peu vos perspectives, ces centrales nous avaient été mentionnées par Electrabel comme étant bientôt à l'arrêt, c'est-à-dire prévoyant une date de fermeture le 1er septembre 2013. Et c'est vrai que nous avons un problème de rentabilité en Belgique des centrales électriques fonctionnant au gaz. Celle-ci en est l'exemple. Il y a d'autres exemples auprès d'autres producteurs. Et c'est vrai que beaucoup de centrales gaz ne tournent même pas, ou en tout cas, la période pendant laquelle elles tournent ne couvre pas suffisamment des coûts de ces centrales et donc nuisent à la rentabilité. Et donc, c'est clair que dans le plan que... Bon, on en a déjà beaucoup parlé dans la presse, j'ai lu des choses dans un sens, dans un autre. Je me suis toujours refusé à faire tout commentaire pour ne pas alimenter la polémique. Je pense que le sujet mérite bien mieux qu'une polémique. Et donc, c'est clair que il y aura un système, je propose en tout cas un système qui vise à améliorer le système d'encadrement des mises à l'arrêt, pour être certain que des mises à l'arrêt, pour des questions environnementales, de fait, permis ou de rentabilité ou que sais-je, ne puissent pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement. Et donc, c'est vrai que dans ce cadre, je propose un mécanisme qui ne peut pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement. Et j'espère que il pourra recueillir un accord au sein du gouvernement, parce que très clairement, autant on peut comprendre que les centrales s'ouvrent, se ferment, voilà, ça, ce sont des règles entre guillemets de marché, mais aujourd'hui, le marché ne parvient pas à garantir la sécurité d'approvisionnement. Donc nous devons trouver des mécanismes qui, en touchant le moins possible au marché, assurent quand même la sécurité d'approvisionnement, parce que pour un État, pour l'autorité, la sécurité d'approvisionnement reste la première des garanties que nous devons offrir à nos citoyens. Merci, Monsieur le ministre. Madame Arena. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que c'est un sujet qui mérite beaucoup plus que la polémique dans laquelle nous avons été victimes, quelque part, ces derniers jours. La sécurité de l'approvisionnement est bien entendu une préoccupation que nous devons avoir dans l'avenir des ressources énergétiques. En ce qui concerne le type de centrale, donc vous avez bien dit qu'il y a un mécanisme d'accompagnement qui est prévu par rapport à l'annonce d'une centrale qui devrait fermer. La question que je pose, c'est est-ce que ce mécanisme est un mécanisme d'information uniquement, ou est-ce qu'il s'agit, et donc qui peut être revu en fonction de la dépendance qu'il peut créer sur un plan énergétique, ou est-ce que c'est un mécanisme qui est juste une information unilatérale du producteur vers les instances auxquelles il doit annoncer ses fermetures? Ce que je vais proposer va plus loin qu'une simple information, mais il faut évidemment qu'il y ait un problème lié à la sécurité d'approvisionnement. Mais s'il y a un problème lié à la sécurité d'approvisionnement qui est constaté, ça ira plus loin. Je proposerai en tout cas quelque chose qui va plus loin qu'une simple information. Merci pour cette réponse. Merci. Et l'incident est clos. Nous passons au point 5 de notre agenda. Projet de loi portant assentiment à l'accord sur le transport routier entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Géorgie. De rapporteur Zeer De Bruyne. Wenstu tussen de komen, collega De Bruyne. Nee, u verwijst naar uw schriftelijk rapport. Als niemand het woord vraagt, dan sluit ik de algemene bespreking hier af. Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerkingen aangenomen. Artikel 2, geen opmerkingen aangenomen. Wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. Wij gaan nu over naar het punt 6 van onze agenda. Wetsontwerp houdende instemming met het akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer. La rapporteure, Madame Tielmans, qui réfère à son rapport écrit. Si personne ne souhaite intervenir dans la discussion générale, elle est close
Et nous procédons à l'addition des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Nous voterons plus tard sur l'ensemble de cette proposition. Nous passons au point 7 de notre agenda. Projet de loi portant assentiment à l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d'Albanie sur le transport routier international. Le rapporteur est Zahir Ancio. Ik verwijs inderdaad naar mijn geschreven verslag en wijs erop dat het unaniem is gestemd, zoals al die andere verdragen trouwens ook in de commissie unaniem gestemd. Dank u, collega Ancio. Als niemand wenst tussen te komen in de algemene bespreking, dan wordt deze afgerond. Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerking aangenomen. Artikel 2, geen opmerking aangenomen. Wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. Nous passons au point 8. Au point 8 de notre agenda, projet de loi portant assentiment à l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux. La rapporteure Sylvain Tillman qui réfère à son rapport écrit. Si personne ne souhaite intervenir dans la discussion générale, elle est close. Nous procédons maintenant à la discussion des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Nous voterons plus tard sur l'amendement, sur l'article, sur l'ensemble. Nous voterons plus tard sur l'ensemble. Nous passons au point 9 de notre agenda. Projet de loi portant assentiment au protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 8 décembre 2005. Rapporteur is de Bruin. Gaat u dus te komen, de Bruin? De Bruin verwijst naar zijn schriftelijk verslag. Indien niemand tussenkomt in de algemene bespreking, wordt deze afgerond. Artikel 1, geen opmerkingen aangenomen. Artikel 2, geen opmerkingen aangenomen. Wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. Wij gaan nu over opnieuw naar de mondelinge vragen. Aan de orde is nu de vraag van collega Mieke Vogels aan de minister van Werk over het voorstel om de band tussen anciëniteit en verloning door te knippen. U heeft het woord, mevrouw Vogels. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, collega's. Op 25 juni, ik denk dat dat maandag was, mevrouw de minister, presenteerde u het jaarverslag 2011 van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Voornaamste bevinding daaruit, de werkstellingsgraad van 55-64-plussers is in ons land nog altijd behoorlijk lager dan in de rest van de Europese Unie. En zie, u had plots een ideetje klaar om een en ander te verbeteren. En u zei, het laatste loon hoeft niet noodzakelijk het hoogste loon te zijn. Een 60-jarige bediende verdient inderdaad gemiddeld 4.500 euro bruto. En, voegde u toe, de hoge lonen zijn een van de voornaamste oorzaken waarom oudere werknemers bij herstructureringen sneller afgedankt worden. Je kan u afvragen of dat wel zo is. Als u dat zo poneert, mevrouw de minister, is dat dan gebaseerd op cijfers, op studies, of is dat gebaseerd op uitlatingen van de werkgevers? Want ook bij arbeiders zijn het de oudere arbeiders, terwijl de verloning daar niet zoveel verschilt van jongere werknemers, zijn het ook daar de oudere arbeiders die het eerst moeten vertrekken bij een herstructurering. Trouwens, bij herstructurering moeten er sowieso mensen vertrekken. En als u zegt, ja, wij zouden liever niet hebben dat die ouderen vertrekken, kiest u dan dat de jongeren eerst moeten vertrekken. Nu, meer in het algemeen, mevrouw de minister, waar ik mij zorgen over maak en zelfs een klein beetje kwaad over maak, is het perspectief dat u biedt aan oudere werknemers. Hij of zij moet langer werken zonder dat er tot op vandaag rekening wordt gehouden met de draagkracht. Ik herinner mij de bespreking van het regeerakkoord hier, dat ik toen vragen stelde hoe die einde loopbaan in ons land zou geregeld worden. En ik verwees naar voorbeelden in het buitenland, zoals Frankrijk, waar bedrijven verplicht zijn om een soort loopbaanplan te maken dat enerzijds rekening houdt met de combinatie werkgezin en anderzijds ook met aangepaste jobs voor oudere werknemers. U hebt toen gezegd dat dat nog moest komen,
Tot op vandaag, mevrouw de minister, is daar weinig van te zien. Een ander voorbeeld, als een werknemer werkloos wordt, dan wilt u hem sneller aan de slag door werkloosheidsuitkeringen sneller af te bouwen. Concreet betekent dat onder andere dat vanaf 1 november van dit jaar duizenden gezinshoofden na verloop van tijd, men schat 31%, en alleenstaanden, men schat 12%, onder de Europese armoedegrens terecht zullen komen. Ook daar weer wel zeer veel strengheid ten aanzien van de werklozen, maar weinig perspectief om werk te bieden. Ik zou zeggen, u blijft volharden in de boosheid, de werklozen bestrijden in plaats van de werkloosheid. En als klap op de vuurpijl zendt u nu het bericht de wereld in dat de oudere werknemer langer dezelfde job moet doen en waarschijnlijk voor minder geld. Ja, eerst en vooral zijn de onderhandelingen over de loonvorming een bevoegdheid van de sociale partners. U hebt die bevoegdheid voor de tweede keer op korte termijn een beetje geschoffeerd. Eerder al lijstte u alle bedrijfssectoren op, of wilde u dat doen, waar de loonnorm 0,3% overschrijdde. En een en ander heeft tot gevolg, mevrouw de minister, dat de kritiek van de vakbond en met name van het BBTK niet mis te verstaan is. In een persmededeling lieten zij weten, de minister lanceert het ene idee na het andere, maar die voorstellen zouden niet misstaan in de eisenbundel van een werkgeversorganisatie. Als minister van Werk wordt u verondersteld te waken over het welzijn van de werknemers in ons land en niet om de agenda van de werkgevers uit te voeren. Mevrouw de minister, ik hoop dat heel veel van deze dingen berusten op een vergissing, dat u ondertussen heel hard werkt ook aan die andere kant, het welzijn van de werknemer. Vandaar mijn vragen. 1. Deelt de regering uw standpunt over het doorknippen van de band tussen anciëniteit en verloning? En hoe gaat u dit voorstel verder uitwerken en concretiseren? En 2. Wanneer mogen oudere werknemers eindelijk concrete voorstellen verwachten om hun welzijn te garanderen? Waar blijven de concrete uitvoeringsbesluiten met betrekking tot tijdskrediet en landingsbanen? Ik dank u. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Vorige maandag werd het jaarlijks verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid voorgesteld. En uiteraard was ik daarbij aanwezig. En ik weet niet of u het weet, maar dat verslag is ieder jaar weer een uitgebreid document. Vooral gebaseerd op wetenschappelijke en objectieve gegevens. En geeft een stuk zicht op de arbeidsmarkt en vooral de recente evoluties en vooruitzichten. En elk jaar behandelt die Hoge Raad ook een specifiek thema. En dit jaar was het thema actief ouder worden, omdat we in het Europees jaar zijn van active aging. Het thema is ook voorzien in het regeerakkoord en er worden een hele reeks maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat de werkzaamheidsgraad van 55-plussers toeneemt. De werkzaamheidsgraad ligt nu op 38,7%. En dat is bijna 10% lager dan het Europees gemiddelde. En eigenlijk ligt dat nog heel ver verwijderd van de 50% die België zich als doel heeft gesteld tegen 2020. En het rapport bespreekt in zijn globaliteit de situatie van 55-plussers op onze arbeidsmarkt. En het rapport bevat ook een aantal troeven en belemmeringen voor de werkgelegenheid van 55-plussers. En dat is goed, want we hebben dan eigenlijk wetenschappelijke gegevens waar we eventueel een aantal discussiepunten kunnen uithalen. Ook als overheid moeten we een aantal juiste maatregelen nemen. Maar u weet, en ik denk dat u mevrouw Vogels een zeer grote voorstander bent van het sociaal overleg en het respecteren van sociaal overleg, zoals u daar juist ook zei. Ook zij kunnen natuurlijk initiatieven nemen om daar iets aan te doen. En een van de constataties in het rapport, ik heb dat niet gedaan, ik heb het geschreven, is het verband tussen leeftijd en loon. En dit verband is een feit en het is niet de eerste keer dat dit verband blijkt uit onderzoek. Dus als men mij vraagt, is er een verband tussen leeftijd en loon? En leeftijd is iets anders dan anciëniteit, hè? Ja, voor alle duidelijkheid. Dan kun je niet anders zeggen, ja. Je kunt het zonlicht niet ontkennen.
Maar dat is waar, het is niet de enige belemmering om ouderen aan het werk te houden, uit de hoge loop. En we zien ook dat er in België een zeer groot verschil is tussen arbeiders en bedienden. En bij arbeiders is er weinig of geen verband tussen verloning en leeftijd. En toch zien we dat voor deze groep werknemers de werkzaamheidsgraad niet hoger ligt dan voor bedienden. Maar dat heeft waarschijnlijk een aantal andere redenen, vooral fysiek en psychisch. Ja? Als je heel zwaar handenarbeid moet doen, ja, als je ouder wordt, heeft dat natuurlijk zijn implicaties. En u merkt terecht op dat loonoverleg is een bevoegdheid van de sociale partners. Maar toch willen we als overheid niet stilzitten en we willen ook als overheid en als politiek een stukje een agogische rol opnemen. En ook een aantal discussiepunten aangeven, zonder dat dat de exclusieve bevoegdheid is van de regering of van de overheid. En ik zou bijna zeggen, het verwondert mij een beetje die tussenkomst, want dat zou toch iets kunnen zijn die vanuit uw partij toch ook wel naar voren zou kunnen geschoven worden. Zo bestaat er sinds het generatiepact een loonkostenverlaging voor 50-plussers, waarvan het bedrag toeneemt met de leeftijd. We zijn nu aan het kijken of we die maatregelen nog kunnen versterken en vooral efficiënter maken. Maar we kunnen dat niet alleen oplossen, we vragen ook de sociale partners in een overleg, die toch wel heel belangrijk is, om ook aandacht te hebben voor die werkzaamheidsgraad van 50-plussers zelfs, sommigen zeggen al vanaf 45. Het generatiepact bevatte ook andere maatregelen die echter niet zijn uitgevoerd. Zo staat er in het generatiepact een maatregel die het mogelijk moet maken om bij 50-plusser de eindejaarspremie om te zetten in bijkomend verlof. Een andere maatregel voorziet een kader voor loonexperimenten om te komen tot nieuwe afgevlakte loonbarema's. En dat zijn ook maatregelen, als je een beetje voor het onderwijsveld kent, ja, daar krijg je 15, 20 jaar opslag, maar dan ga je in een vlakke loopbaan. Maar in het kader van het generatiepact zijn die maatregelen niet uitgevoerd. Nu, het rapport van de Hoge Raad zegt dat ook en zegt misschien moeten we toch een keer een aantal pistes onderzoeken. Vandaar dat ik ook de boodschap gegeven heb naar werknemers en werkgevers dat we dat misschien eens kunnen bekijken en bediscussiëren en kijken of er andere mogelijkheden zijn. Ik kom trouwens ook 40-45 plussers tegen die zeggen ja kijk, wij werken nu wel heel hard en iemand die soms ouder is maar eigenlijk minder verantwoordelijkheid heeft, heeft een hoger loon. Dus dat leeft ook wel bij jongeren. En ik heb uitdrukkelijk gezegd, in de totale loopbaan, ik wil van mensen geen loon afpakken. Ja. Misschien hebben jongeren meer nood aan hogere lonen dan mensen op het einde van hun carrière, die dikwijls al een huis afbetaald hebben, hun kinderen zijn afgestudeerd. Dus ik vind dat we daar met een goede blik moeten naar kijken. En uw tweede vraag betreft de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot tijdskrediet en landingsmaal. U weet dat we daarvoor een vraag gesteld hebben, ook aan de NAR. En er stond, denk ik, vandaag of gisteren in de krant dat er een akkoord is rond die tijdskrediet. Dus ofwel zeg je, kijk, gaan we rekening houden met het sociaal overleg of niet? Anders kunnen we natuurlijk sneller beslissen. En ze hebben bijvoorbeeld gevraagd de ingangsdatum te laten samenvallen van tijdskrediet met de nieuwe CAO-tijdskrediet die gisteren in de NAR werd afgesloten, namelijk 1 september 2012. Het ontwerp dat de leeftijdsgrens voor de landingsbanen optrekt van 50 naar 55 in de publieke sector en de bijhorende afwijking daarop is dinsdag 26 juni besproken in comité A. Dit ontwerp gaat nu voor dringend advies aan de Raad van State en zal eveneens ingaan op 2012. U ziet dus dat we eigenlijk niet aan talmen zijn, maar als je natuurlijk een aantal fases en procedures moet respecteren, ja, dat vraagt tijd. Dank u. Dank u, mevrouw de minister. Mevrouw Vogels, wenst u te reageren? Ja, graag. Ik dank de minister voor haar antwoord. Een paar reacties. Dat er een relatie ligt tussen leeftijd en werk, dat weet ik ook, en loonlever, dat weet ik ook wel. En daar heb je ook geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig. En meestal gaat dat gepaard met anciëniteit die in ons land tot hogere verloning leidt. Dus als u een basissysteem
ter vraag, in vraag wil stellen, een zo belangrijk basissysteem, mevrouw de minister, dan zou ik dit niet doen op een persconferentie met een idee. Dan zou ik daar in alle rust met de sociale partners gaan over praten. En dan zou ik dat zeker niet doen met motivaties, zoals u net daar juist komt te zeggen, dat bepaalde veertigers zeggen, ja, die ouderen, die hebben meer geld of die krijgen meer loon en die werken minder hard. Ik denk dat wat we absoluut moeten vermijden, dat is dat we de generaties tegenover elkaar gaan opzetten. Daar komen we dus nergens mee. Twee, u zegt inderdaad, er zijn ook andere voorstellen. Bijvoorbeeld meer vakantiedagen geven aan oudere werknemers. En daar gaat het dan precies over. Ik denk dat heel wat oudere werknemers langer willen werken op voorwaarde dat ze een aangepaste werkdruk krijgen, meer vakantie, halftijds kunnen gaan werken. Dat gaat over werkbaar werk. En dan, en dat is eigenlijk een beetje de essentie en ook de opmerking van de vakbond, waarom lanceert u niet dat soort voorstellen? Nee, u lanceert die niet, u lanceert steeds weer voorstellen die eigenlijk een beetje een stukje schofferen zijn van de werknemers en de werknemersorganisatie. En dat vind ik spijtig. Kom op voor meer vakantiedagen voor oude werknemers. Kom op voor werkbaar werk voor oude werknemers. Dat is een veel belangrijke initiatief om de tewerkstellingsgraad van ouderen in ons land te verhogen. Ik dank u. Dank u, collega Vogels. Het incident is gesloten. Ondertussen is minister Magnet hier, dus vraag ik aan collega De Bruin om zijn vraag te stellen over het indicatief samenwerkingsprogramma met Burundi. U heeft het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, collega's, Burundi viert feest en het is hen gegund. 50 jaar onafhankelijkheid, een reden denk ik ook voor Burundi om achteruit te kijken, maar hopelijk vooral vooruit te kijken. Vooruit te kijken naar een toekomst die ook weer hopelijk rooskleuriger, positiever en ook vooral democratischer en transparanter is dan de voorbije jaren. Want daar wringt natuurlijk het schoentje. De vraag is maar of er wel reden is in Burundi om te vieren, alvast niet voor alle Burundezen. Zoveel is duidelijk. Als we alleen al maar kijken naar het proces onmiddellijk voorafgegaan aan de verkiezingen van 2010 tot nu, toch een periode die nog vers in het geheugen ligt, dan zien we een opeenschakeling van buitenrechtelijk politiek geïnspireerde executies. Dan zien we grote corruptieschandalen, stijgende intimidaties van de oppositie. Met andere woorden, weinig reden om feest te vieren. In dat opzicht verrast het ook wel dat de voorwaardelijke schijf die in de ontwikkelingshulp binnen het ISP tussen België en Burundi was afgesproken, dat die ondertussen ook is toegekend door de minister. Is gebeurd in de marge van de top Rio Plus 20 en we hebben dat vernomen en wij betreuren toch een beetje het feit dat dat gebeurd is zonder, tenminste volgens informatie waarover wij beschikken, ook echt te luisteren naar de mensen die op het veld bezig zijn, de civiele maatschappij, zeg maar, die toch, en dan formuleer ik mij nog heel voorzichtig, het op zijn minst voorbarig vond om te besluiten dat aan alle voorwaarden opgesomd was voldaan. Dus de vraag aan de minister is eigenlijk tweeledig. Van één, heeft u inderdaad consultatie gehouden met die civiele maatschappij of op een andere manier rekening gehouden met de kritiek die zij hebben geuit? En een tweede element is van, goed, u heeft nu die voorwaardelijke schijf van 15 miljoen euro, dacht ik, toegekend. Heeft u van de gelegenheid gebruik gemaakt om op zijn minst afspraken te maken met de Burundese overheid over de manier waarop die bijkomende schijf van 50 miljoen euro moet gebruikt worden in het kader van welke programma's die dient aangewend te worden? Want dat lijkt ons dan toch op zijn minst een minimumvereiste. Dank u wel. Dank u, collega. Het woord is aan de minister. Dank u, collega De Bruin. Er werd rekening gehouden met de analyses van de civiele maatschappij. Er is regelmatige uitwisseling, zowel met de organisaties in Burundi zelf als via contact met hun Belgische niet-governementele partnerorganisaties. De voorwaarden voor het toekennen van de TI betroffen eerst de CPIA-index gelijk aan of hoger dan 2,5. Twee, een openvolgende positieve IMF-rapport voor de PRGF. Drie, een positief oordeel van het verkiezingsproces 2010. En vier, de validatie en begin van uitvoering van de strategie voor goed bestuur.
Bij de beoordeling diende uitgegaan te worden van deze vier voorwaarden. Omwille van de transparantie en credibiliteit kunnen niet zomaar andere voorwaarden toegevoegd worden. Dat neemt niet weg dat deze aspecten in de beleidsdialoog aan bod komen. Het partnercomité van 31 mei heeft reeds een aantal indicaties gegeven voor het gebruik van de incitatieve tranche, namelijk een versterking in de bestaande prioritaire sectoren en thema's, landbouw, gezondheid, onderwijs, goed bestuur. En de effectieve uitbetaling volgt uiteraard slechts op basis van de goedkeuring van specifieke projectvoorstellen. Het partnercomité is ook overeengekomen om een opvolgingsmechanisme in te stellen. Immers, zowel België als Burundi zijn er zich van bewust dat de uitvoering van de strategie van goed bestuur consolidatie behoeft en systematisch verder opgevolgd en geëvalueerd moet worden. Dank u wel, meneer de minister. Repliek voor collega De Bruin. Dank u wel. Blijft toch een beetje mij verbazen over het voluntarisme dat blijkt uit het antwoord van de minister. Er is rekening gehouden met de evaluatie van de civiele maatschappij. Ik hoor in elk geval bij die civiele maatschappij een ander geluid. Er wordt dan een beetje een technisch overzicht gegeven van de vier voorwaarden waar vorderingen zijn gemaakt. Maar die zijn natuurlijk ook heel erg vaag. Begin van uitvoering moet gemaakt worden. Ja, nog veel vager het formuleren is denk ik haast onmogelijk. Dus ik vraag toch, ik herhaal eigenlijk met aandrang om in te zien en ook in de beleidsgesprekken met Burundi mee te nemen, dat er ook op dit ogenblik, ook vandaag, ook nu, onaanvaardbare praktijken van intimidatie, van executie, van buitenspel zetten van meerderheid en van oppositie en van meerdere civiele organisaties, dat dit onaanvaardbaar is. Wij hebben als belangrijkste, als grootste bilaterale donor een bijzonder grote plicht om daarop te blijven wijzen, om te voorkomen dat het pad dat de laatste maanden is ingeslagen, of de laatste jaren is ingeslagen in Burundi, nog verder wordt gevolgd. Wat de algemene gebruik van het element voorwaardelijke schijf betreft, zullen we later in commissie met plezier met de minister nog in gesprek gaan. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Fawza Talawi met een vraag aan vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over de toename van aangiftes van partnergeweld. Dat zal beantwoord worden door mevrouw Milke. Dat knopje. Okay. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, ik had u graag vandaag willen ondervragen over de toename van aangiftes van partnergeweld dat gisteren toch heel wat pers heeft gehaald. Zo pas publiceerde de federale politie de criminaliteitsstatistieken van 2011. Het meest in het oog springende waren het aantal aangiftes over geweld binnen een relatie in ons land. En dat die cijfers een verdubbeling betekenden op 10 jaar. In 2000 werden er meer dan 23.000 aangiftes geregistreerd. Maar vorig jaar waren dat er maar liefst 44.922. En wat mij ook nog veel onrust baart, mevrouw de minister, is dat het vooral in de grootsteden te doen is. In Antwerpen hebben we dezelfde dynamiek kunnen constateren. En wat dat we ook erbij hebben kunnen constateren, is dat het ook aan het toenemen is bij minderheidsgroepen. Vooral de klachten over fysiek geweld zijn het voorbije decennium spectaculair toegenomen. Het gaat over een verdriedubbeling. En dit is nog maar het topje van de ijsberg, omdat zulke klachten normaal gezien niet worden aangegeven, gezien de slachtoffers daar eigenlijk ook niet staan om te springen. Sinds 2001 werden nogthans verschillende nationale actieplannen tegen geweld op vrouwen opgesteld. Het actieplan voor de periode 2004-2007 had daarom boven een specifieke focus op partnergeweld. Op 23 november 2010 hebt u zelf een actieplan ter bestrijding van partnergeweld ingevoerd en andere vormen van intrafamiliaal geweld. En u hebt dat vierde actieplan terecht aangevuld met andere vormen van geweld, zoals gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en genitale verminkingen. Gezien het feit dat er wel degelijk actieplannen waren in de afgelopen 10 jaar die daarboven focusten op de preventie van partnergeweld, is het des te opvallender dat de aangiftes van het partnergeweld zowat verdubbelden in dezelfde periode.
Niettegenstaande het feit dat het college van procureurs-generaal daar toch in verschillende richtlijnen een prioriteit aan hebben gegeven en het feit dat klachten niet meer zomaar werden geseponeerd, maar zelfs ook nog eens geregistreerd. De sensibiliseringscampagnes en de daadwerkelijke registraties zullen wellicht meer mensen hebben aangespoord om een aangifte te doen. Maar zelfs indien we deze zaken in rekening brengen, lijken de hoge cijfers toch allerminst te impliceren dat het partnergeweld op zich afneemt. Wel in tegendeel. Vandaar, mevrouw de minister, mijn volgende twee vragen. Hoe interpreteert u de verdubbeling van het aantal aangiftes van partnergeweld en de verdriedubbeling van fysiek geweld? Is er volgens u sprake van toenemend partnergeweld of bent u van mening dat het louter gaat om een toename in de aangiftes en registraties? En ten tweede, mevrouw de minister, bent u van mening dat het partnergeweld wel degelijk toeneemt of gelijk blijft? En hoe kunnen we de bestaande actieplannen, onder andere uw eigen actieplan, bijsturen, zodat we dat significant kunnen terugdringen de volgende tijd die ons te wachten staat? Dank u voor uw antwoord. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, mevrouw Talawi. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, dus uw eerste vraag over de interpretatie van de cijfers. Dus de cijfers van 2000 dateren van voor de politiehervorming en zijn vermoedelijk onvolledig. Bovendien heeft het college van procureurs-generaal in 2006 inderdaad nieuwe richtlijnen verspreid in verband met de registratie van het intrafamiliale geweld. Er moet dus vergeleken worden met de cijfers van 2006. En deze vergelijking leert ons dat er lichte stijging is vanaf 2007 en een quasi-status quo vanaf 2009. En wat uw tweede vraag betreft, als gevolg van een inventaris van de lacunes van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld, is een bijsturing aan de gang. En in dat kader hebben reeds meerdere IKW's plaatsgevonden met de gewestelijke bevoegde ministers. De bedoeling is op basis van de bevindingen van deze IKW het Nationaal Actieplan te vervolledigen en te concretiseren. En namelijk voor sommige soorten van geweld. Yes. Dank u wel. Een weerwoord, ja? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer en mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ik blijf een beetje op mijn honger zitten. Je kunt toch niet ontkennen dat inderdaad de cijfers enorm stijgen. We zien dat ook in grootsteden. We hebben in Antwerpen onlangs ook de cijfers gekregen. Men ziet echt een toename van partnergeweld en vooral binnen bepaalde minderheidsgroepen. En vandaar dat wij ook in ons zonaal actieplan de prioriteit daar blijven op toeleggen wat dat betreft. In uw actieplan dat u inderdaad nu aan het bijsturen bent, hoop ik dat u daar snel werk van maakt. U hebt het aangekondigd in 2010, dus ik hoop echt, nu zijn we bijna einde 2012. Maar dat is gedaan. Hè. Hoe hebben we dit actieplan? Hè? Dat is een nieuw actieplan sinds 2010 met de verschillende overheden. Hè. Dat was de enige samenwerkingsakkoord tijdens de crisis. Hè. Dus dat is gedaan. Maar niet nu, voor de meerderheden, zijn we bezig met de voorbereiding van aanvoelende maatregelen voor met de meerderheden. Regio's. Ah. Ja, dus dat is gedaan. Hè. En voor wanneer die IKW's en die regionale... Ja, dus na de zomer. Hè. Na de zomer. In oktober, november. In ieder geval, we willen daar samen voor strijden, mevrouw de minister. Maar het is eigenlijk een beschaafde staat als België onwaardig dat we zo'n hoge cijfers qua partnergeweld hebben. Zeker als we vrouwenemancipatie zo hoog op onze prioriteitenlijst zetten. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Guido de Pot. En een vraag aan de vice-eerste minister over het intrekken van een saldus dotatie. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, in de regeringsverklaring van de eerste minister lazen we dat de saldushervorming zou worden uitgevoerd en geëvalueerd. En in de algemene beleidsnota van de federale politie en de geïntegreerde werking van het begrotingsjaar 2012 staat te lezen
dat het invoeren van de saldusprocedure een zware impact zou hebben op de politiediensten, op het niveau van de werking, de vorming en de tijdsbesteding. De procedures en de kosten. De meerkost zou precies moeten worden berekend, zodat indien nodig ten gepaste tijde de interdepartementale provisie kan worden aangesproken. Bij de documenten vermelden tevens dat zal worden gezocht naar synergieën, optimalisaties, efficiëntie en schaalvergrotingen. Een wettelijk kader voor vrijwillige fusies van politiezones zal worden gecreëerd. Het project dat door de politiezones van de provincie Vlaams-Brabant werd opgestart, kon een kostbaar voorbeeld vormen. Het betreft onder meer het bevorderen van het personeelsbeheer, van gemeenschappelijke aankopen of het bevorderen van gemeenschappelijk gebruik van beveiligingsinfrastructuur in het kader van de Salduswet, zoals het voorbeeld van het arrondissement Bergen aantoont. Bij de begrotingscontrole werden eveneens middelen vrijgemaakt voor de kosten van de politie in mensen en infrastructuur als gevolg van Saldus. Concreet ging het om 2 miljoen euro te verdelen over alle 195 politiezones volgens het aantal saldusgevallen en 1 miljoen euro voor de federale politie. Ik vernam evenwel op het terrein dat u van plan bent om de geplande saldustoelage voor de politie te schrappen. Die schrapping zou het gevolg zijn van de 17 miljoen euro die moet worden gevonden binnen de geïntegreerde politie. Voor heel wat politiezones, mevrouw de minister, zou dit jammer zijn, gelet op de inspanningen die ze leverden in het kader van saldus, zoals bijvoorbeeld een videoverhoorlokaal, ruimtes voor overleg tussen advocaat en gearresteerden. De politie, en vooral de lokale politie, rekende op deze toelage. In dit kader volgende vragen, mevrouw de minister. Bevestigt u de plannen van de regering en van uzelf om de implementatie van de saldushervorming door te voeren, te evalueren en te financieren? En bevestigt u tevens de schrapping van de voorziene toelagen en wat is daarvoor de reden? En twee, kan u de stand van zaken mededelen betreffende de zoektocht naar synergieën, optimalisaties, efficiëntie en schaalvergrotingen? Hoe ver staat u met de creatie van het wettelijk kader voor vrijwillige fusies van politiezones en hoe groot raamt u de efficiëntiebestemming? Dank. Dank u wel, collega de Pat. Het woord is aan mevrouw de minister. Hartelijk bedankt voor uw vraag. Dus ik ben helemaal niet van plan om dit bedrag van de 3 miljoen af te schaffen, natuurlijk. Maar gezien Hector, de personeelstekorten waarmee de geïntegreerde politie is geconfronteerd, vraag ik me af of dit bedrag, dit moet bestaan natuurlijk, niet beter kan worden gebruikt voor de aanwerving van aspiranten. Daarom heb ik deze vraag aan de verschillende betrokken autoriteiten gestuurd. Dus we hebben 3 miljoen voor 2012, voor 2013 hebben we 3 miljoen. Dat kan voor een soort compensatie voor saldiswet, maar dat kan ook 3 miljoen voor aanvullende aanwervingen voor de politiezone bijvoorbeeld. Dus dat is een interessante vraag. Dit bedrag moeten we natuurlijk dat bedrag hebben. En dat is een structureel bedrag voor de politie. Maar de bestemming is misschien meer interessant voor de aanwervingen dan voor een soort compensatie in de overuren voor de saldus-wet. Dat is één vraag. De vrijwillige fusie van politiezone werd ondertussen mogelijk gemaakt. En als u weet, schrapt het artikel 48 van de wet van 29 maart 2012 de initieel voorziene eindtermijn van 1 januari 2011. En dus, er worden bovendien denkoefeningen gehouden omtrent associaties van politiezones waarbij de eigenlijke politiezone behouden blijft en er wordt geopteerd voor back-office diensten, specialisaties en punctueel operationele samenwerking. En de uiteindelijke beslissing die nagaande komt toe aan de lokale overheden. Dank u wel. Een reactie, collega? De minister, ik denk dat dus mijn voorspelling of mijn bezorgdheid
waarheid gaat worden, omdat in de documenten die wij tot nu toe hebben gekregen en gelezen, dat u de gevolgen van de salduswet zelf zou gaan voor een stuk compenseren. Terwijl u zegt, ja, we gaan u middelen voorzien om aspiranten aan te werven. Die aspiranten natuurlijk zijn noodzakelijk in functie van de tekorten die de politie en ook de lokale politie heeft in het kader van de totale werking van die politie. En ik geloof dat er toch wel wat treurnis zal zijn bij de lokale politie wanneer men nu vaststelt dat u toch van oordeel bent dat specifiek voor die gevolgen van de saldusprocedures er geen compensatie gaat gebeuren, maar het meer in het algemene kader van bijkomend aanwerving van aspiranten dan nog er geld zou worden voorzien. Langs de andere kant is het ook zo dat ik wel wat had gevraagd hoe ver het staat met die synergieën en met die efficiëntiewinsten die u zou willen benaarstigen via een aantal herschikking van procedures en taakstellingen wellicht. U geeft nu de situatie aan van de mogelijke samensmelting van zones. Dat weten wij natuurlijk, want het is overigens nu ook al mogelijk om dit te doen. Maar ik dacht dat ik een meer concreet antwoord zou gekregen hebben op een specifieke vraag naar specifieke maatregelen die zouden worden getroffen om de politie te ontlasten van bepaalde taken en te kunnen inzetten voor andere taken. Dank u. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Anke van der Meers, aan de vice-eerste minister, met een vraag over het verbod op Hizb-ut-Tahrir. Mevrouw de minister, in 2003 verbood de Duitse regering de extremistische moslimorganisatie Hizb-ut-Tahrir. Ik zal ze HUT noemen, dat is gemakkelijker. Die in meerdere publicaties al hadden opgeroepen tot de vernietiging van de staat Israël en het vermoorden van Joden. Nu, alle bezittingen van HUT werden in beslag genomen. 17 leden betrokken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om dat vonnis aan te vechten, maar ze hebben over de hele lijn bot gevangen. Het Hof oordeelde dat de Duitse maatregelen tegen HUT volledig terecht waren. Ze zijn overigens ook actief, die organisatie, in Groot-Brittannië, Nederland en in ons land. Want in maart dit jaar organiseerden zij nog een internationale bijeenkomst in Hasselt, in de Kiewitstraat. Nu, dit vonnis effent het pad voor een verbod op Sharia for Belgium bijvoorbeeld. En wij zouden zo'n maatregel toejuichen. En daarom verbaast het mij ook dat gisteren in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar u was, dat zo'n verbod dat aangekondigd was niet eens ter sprake gekomen is. Sommigen beweren dat het ondertussen afgevoerd zou zijn. Ik zou daar graag meer uitleg over hebben. En tegelijk maak ik mij ook zorgen over de politieke wending die de discussie over een verbod op extremistische organisaties in ons land heeft genomen. Want als men met extremistische groepen organisaties bedoelt die banden hebben met de terroristische organisaties of die propaganda maken voor zulke organisaties of ervoor recruteren of terreuraanslagen verheerlijken, dan heb ik daar absoluut geen probleem mee. Maar ik vrees dat de voorziene maatregelen hun doel zullen voorbijschieten of misbruikt zelfs zullen kunnen worden tegen organisaties en groepen die helemaal geen terroristische of gewelddadige connecties hebben, maar die alleen binnen het legitieme kader van de vrije meningsuiting en van de democratische rechtsstaat opvattingen verdedigen als oppositie, die natuurlijk door de meerderheid soms als extremistisch bestempeld worden en dit zeer ten onrechte. Nu, tekenend voor dit ongezonde amalgaam is bijvoorbeeld de aankondiging van Le Mouvement contre le Racisme, l'Antisemitisme et la Xenophobie, MRAX genoemd ook, dat zowel tegen Sharia voor Belgium als tegen mijn partij, het Vlaams Belang, klacht zal ingediend worden. Vandaar mijn twee vragen. Dus komt het beloofde wetsontwerp dat een verbod op Sharia voor Belgium mogelijk zou moeten maken er nog? En zo ja, welke garanties zullen er in die wetgeving worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat het gaat over organisaties die verboden worden, die effectief terroristische connecties hebben, terrorisme verheerlijken of oproepen tot geweld. Dank u wel, collega. Het woord is aan mevrouw de vice-eerste minister. Ja, dus in het kader van de algemene strategie en plan tegen de radicalisering had ik me ertoe verbonden dat er een tekst over het verbod op gevaarlijke radicale groeperingen op de tafel zou liggen voor 22 juni. En dat was wel degelijk het geval.
Mijn doel is vooral dat er een effectief en evenwichtige tekst door het parlement wordt aangenomen met de steun van de verschillende partijen, van de meerderheid of ook misschien de oppositie. Het debat vindt nu plaats in het parlement met de hoorzittingen die morgen hervatten. En daarna, in het begin van volgende week, zullen we, denk ik, over een tekst praten. En mijn doel is natuurlijk een stemming over een tekst voor 21 juli. Natuurlijk met de noodzakelijke waarborgen in de tekst en met een evenwichtige, maar ook duidelijke tekst. Dank u wel. Een reactie van mevrouw Van der Meers. Mevrouw Milke, dus de tekst was gisteren in de commissie Binnenlandse Zaken, het wetsontwerp dat u voorlegde. Ja, micro. Dank u. Dus om vlug te gaan, moeten we natuurlijk de werkzaamheden van het parlement volgen. Dus in de commissie van Binnenlandse Zaken hebben we één vroegere wetsvoorstel, één amendement die twee dagen of drie dagen geleden neergelegd werden en ook sommige amendementen van sommige partijen van de oppositie. We zijn nu bezig met de hoorzittingen van verschillende mensen. Dat was het geval dinsdag en morgen, denk ik, de hele dag. Daarna, natuurlijk, zullen we de resultaten van de hoorzittingen bekijken. Misschien sommige aanpassingen aan de verschillende teksten organiseren. En dus, we zullen proberen een consensus over één tekst te hebben en daarna, denk ik, door amendementen, dat is misschien het drukst mogelijk, door amendementen zullen we werken tot één stemming in de Kamer voor de 21 juli. Maar een wetsontwerp van u, van de regering, komt er niet, zoals u aangekondigd had? Nee, we hebben een tekst voor de meerderheid voorbereid. Dat was één voorstel van tekst natuurlijk over deze tekst. Kunnen we en moeten we discussies, hoorzittingen enzovoort. En er zijn verschillende pistes. En dus na de hoorzittingen moeten we de tekst afronden. En dus op basis van deze tekst stemming en discussie en officiële discussie. Dat is die oude tekst die al ingediend was. Het is geen nieuwe tekst. We zullen zien, dat hangt van de resultaten van de hoorzittingen af. En ook de discussie over de tekst, dat was een oorspronkelijke tekst om een debat te openen. Dank u wel. La parole est à monsieur François Bello, avec une question au vice-premier ministre et ministre de l'économie. Monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le président, chers collègues, les cas de fraude dans le domaine de l'e-banking avaient quasiment disparu en 2010 et sont maintenant, et plus précisément depuis l'année dernière, en très forte augmentation. En août 2011, tout d'abord, une première vague a touché les clients de l'ex-Dexia et d'ING. Ensuite, en décembre, ceux de BNP Paribas ont été la cible des pirates informatiques. Le phénomène du hacking bancaire ne fait que s'accentuer cette année. Une des cinq grandes banques belges a annoncé que 7500 de ses clients ont été victimes de tels faits pendant les cinq premiers mois de 2012, avec des transactions frauduleuses s'élevant à 1,8 million d'euros. Une autre annonce 4900 intrusions pour un total de 1,496 million d'euros. Les banques sont donc inquiètes. Les enquêtes judiciaires sont difficiles. Ces réseaux ont en effet des ramifications des intermédiaires dans le monde entier. Alors, monsieur le vice-premier ministre, j'ai deux questions. Pourquoi l'ensemble des utilisateurs de l'e-banking n'ont-ils pas fait l'objet immédiatement, dès la première vague de piratage en août 2011, d'une mise en garde en bonne et due forme
par les autorités concernées pour éviter la propagation du phénomène? Et deuxièmement, quelles autres mesures complémentaires pourriez-vous prendre en tant que ministre des en tant que ministre de l'économie? Et une concertation est-elle en cours ou envisagée avec vos collègues européens pour combattre ce type de fraude? Je vous remercie pour les éléments de réponse que vous pourrez nous apporter. La parole est à Monsieur le ministre. Monsieur le Président, chers collègues, à la demande de l'autorité de contrôle prudentiel, FIBEFIN a créé en 2007 déjà un groupe de travail spécialisé réunissant des représentants des banques, de l'autorité de contrôle prudentiel et de la Federal Computer Crime Unit. Ce groupe de travail est chargé d'analyser et de suivre les attaques dirigées contre des systèmes belges de e-banking et d'élaborer et de proposer les contre-mesures éventuellement nécessaires. En effet, une de ces contre-mesures est l'information du public. À cet égard, on vise un équilibre entre autrement la menace inhérente à une attaque et le dommage réellement subi, la difficulté d'expliquer de manière claire et compréhensible au public les attaques de nature diverse, parfois complexe, l'effectivité d'une communication adressée au public visant à contrer ou à déjouer effectivement les attaques, le caractère raisonnable des attentes à l'égard du public et l'envoi fréquent de messages d'alerte qui angoissent parfois inutilement ou exagérément le public ou qui habituent celui-ci aux messages d'alerte. Diverses banques informent également leurs clients lorsqu'elles constatent ou présument que l'ordinateur de leur client est contaminé par un logiciel malveillant utilisé pour commettre de la fraude à l'e-banking. Et alors, ils font l'appel à ses clients pour leur avertir personnellement. L'autorité de contrôle prudentiel et les institutions financières belges fournissent depuis de longues années déjà des efforts importants pour maintenir la sécurité de l'e-banking en Belgique à un niveau très élevé, parce que je veux quand même insister que cette approche s'est avérée efficace. Les chiffres le montrent. En Belgique, nous sommes les plus faibles au monde en ce qui concerne le niveau de la fraude à l'e-banking. Donc, on est beaucoup mieux équipé et des résultats qui sont beaucoup mieux que les autres pays. Ça, il faut le dire. Quand on voit, par exemple, avec les cartes de crédit, c'est une autre mesure. Quand on voit le nombre de cartes qui ont été captées, le niveau est beaucoup moins élevé que d'autres pays. La Banque nationale veille principalement à l'efficacité des mesures de sécurisation. Mais il y a le CERT, il y a le Federal Computer Crime Unit et les autres. Au sein du groupe de travail de FIBEFIN précité, mais aussi dans les discussions que pour le moment j'ai avec FIBEFIN, nous avons mis l'accent de mesures de sécurité, où notamment quand on dit, ce qui est important, que le niveau de coût de e-banking doit être acceptable, on a clairement mis aussi que ce coût doit garantir que les frais et les investissements de sécurité peuvent être faits comme il faut. J'ai dit que le nombre de cas, il y a quand même un élément qui n'est pas sans importance, c'est-à-dire on avait 8 millions en 2011 d'abonnements à e-banking, 460 millions de sessions en 2011. Au cours des 5 premiers mois de 2012, il y a eu 261 cas de fraude, 261, mais donc c'est au cours des premiers mois, ça veut dire que sur à peu près 220 millions de transactions ou de sessions, il y a eu 261. C'est une augmentation, mais ça veut dire toujours 0,00006%, c'est presque comme Contador. Par rapport au nombre de sessions qui est, par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu 7500 cas pour un total de 300 millions d'euros de dégâts. Nous avons eu donc 261 pour 700 000 euros et pas 35 millions d'euros comme aux Pays-Bas. J'ai accepté avec FIBEFIN qu'une nouvelle action se fera en ce qui concerne l'information du public en ce qui concerne la sécurité,
et le ministre des Finances et moi-même vont soutenir activement cette campagne pour informer le public et le quand même inciter à être le plus prudent que possible. Et en plus, il y a le www.safeinternetbanking.be où les consommateurs peuvent retrouver les informations comment agir avec e-banking. Donc, je pense qu'au niveau des banques, ils sont bien au courant. Ils ne veulent pas alerter tout le monde. Ils préfèrent plus les contacts presque individuels. Je dois dire, j'ai eu moi-même avec une carte qu'ils ont eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. J'ai eu un coup de téléphone personnellement pour dire qu'il y a un problème. Donc, les banques appellent le plus que possible les gens individuellement. Il y a des campagnes d'information plus collectives, mais il faut aussi faire que les gens ne soient pas alerté par quelque chose qui est quand même toujours sous contrôle. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Belot. Merci, Monsieur le Ministre, pour les précisions apportées. Donc, les chiffres qui étaient parus dans la presse étaient surfaits par rapport à la réalité des choses. Il n'empêche que l'information est une chose intéressante, pour autant qu'elle soit donnée au moment le plus opportun possible, pour ne pas créer la panique, mais pour ne pas non plus trop tarder par rapport aux avertissements aux clients. Merci. L'incident clos. En attendant que Mme Onklings puisse revenir, parce qu'elle était avec nous il y a quelques temps, nous allons continuer l'agenda des points, des projets ou des propositions. Donc, je passe au point 10 de notre agenda, procédure d'évocation, et 10 et 11, les deux points sont joints. Projet de loi portant dispositions diverses en matière de communication électronique et projet de loi, donc le 77 et le 78, le point 10 et le point 11. De rapporteur, c'est M. Maas, Hubert Rapporteur, Krijgt het woord. Et j'ai M. Belot, je crois, dans la discussion générale, oui. D'abord la rapportrice, d'abord Madame Maas. U hebt het woord, mevrouw Maas. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vermits dat er nog geen schriftelijk verslag is, ga ik een vrij uitgebreid mondeling verslag brengen. Het gaat hier over het optioneel bicameraal wetsontwerp houdende diverse bepalingen in zaken elektronische communicatie in de Kamer ingediend op 5 april 2012 en aangenomen op 21 juni. Dit is bij ons stuk 1677. En het verplicht bicameraal te behandelen wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Dit is op hetzelfde moment behandeld in de Kamer en is bij ons stuk 1678. Beide ontwerpen werden op 22 juni overgezonden aan de Senaat en op dezelfde dag werd het optioneel bicameraal ontwerp geëvoceerd. Overeenkomstig het reglement van de Senaat heeft de commissie de behandeling van de ontwerpen aangevat voor de eindstemming in de Kamer. Ze heeft de ontwerpen besproken op 19 en 26 juni. De problematiek van de consumentenbescherming, mobiele telefonie in de brede zin van het woord, maakt eveneens het voorwerp uit van verschillende wetsvoorstellen die in de Commissie voor Financiën en de Economische Aangelegenheden al werden behandeld. In het kader van de bespreking van deze voorstellen werd er op 18 mei 2011 een hoorzitting georganiseerd met een aantal vertegenwoordigers uit de sector. Na deze hoorzitting vond op 6 juli 2011 een gedachtewisseling plaats met de toenmalige minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging, de heer Vincent van Quickenborne. Rode draad van deze vergadering was de vermelding dat in de ministerraad van 1 juli 2011 het zogenaamde telecompakket, met name het voorwerp van de wet voor de omzetting van de Europese richtlijnen 2009/136, en 2009/140 werd goedgekeurd. Deze vormt de basistekst voor de voorliggende ontwerpen. Gezien de nauwe samenhang werden volgende voorstellen mee in behandeling genomen. Het was het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de invoering van een beperking
van de verbrekingsvergoeding in contracten betreffende mobiele spraaktelefoniediensten van heer Peter van Rompuy, stuk nummer 1135. Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie ten einde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren van mevrouw Vanessa Mats, stuk 507. En het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktprijzen en de consumentenbescherming ten einde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie, ook van mevrouw Vanessa Mats, stuk 530. Er was een inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan van de Lamotte. Hij lichtte toe dat de herziening van de telecomwetgeving opgelegd is door de Europese Unie. Een grondige openbare raadpleging georganiseerd door de EU en het onderzoek van hervormingsvoorstellen van het EU-regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten door het Europees Parlement en door de Raad heeft geleid tot aanneming en publicatie van twee richtlijnen. De richtlijn 2009/139/EG burgerrechten en de richtlijn 2009/140/EG beter regelgeven, die beiden een aantal bestaande richtlijnen wijzigen. Deze twee Europese richtlijnen moesten normaliter in Belgisch recht worden omgezet tegen 25 mei 2011. Uitstel werd vervolgens verleend tot 25 april 2012 en de Europese Commissie is ondertussen op de hoogte gebracht dat de bespreking werd aangevat en wellicht voor juli 2012 in de Belgische wetgeving zal zijn opgenomen. De wetsontwerpen werden door de vorige regering goedgekeurd in tweede lezing op hun laatste ministerraad van 21 december 2011. Het formeel advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd door de vorige regering echter niet gevraagd. Gezien nogal wel wat bepalingen van het wetsontwerp specifiek handelen over privacy-gerelateerde bepalingen en de privacyrichtlijn 2002/58 werd gewijzigd door de richtlijn 2009/136, werd alsnog het advies van de privacycommissie gevraagd en dit advies is beschikbaar sinds 21 maart 2012. De wetsontwerpen werden, zoals gevraagd door het overlegcomité van november 2011, na de tweede lezing opnieuw voorgelegd aan het overlegcomité. Dit gebeurde tijdens de vergadering van het overlegcomité van 29 februari 2012, alwaar het werd goedgekeurd. De wetsontwerpen strekken er voornamelijk toe volgende wetten aan te passen aan de vernieuwde richtlijnen. De wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. De wet van 11 maart 2003... betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming. De vice-eerste minister verwees ook naar de regeringsverklaring en de beleidsnota economie waarin het volgende staat te lezen. Tegenover een geliberaliseerde markt in volle expansie en met meer en meer gevarieerde activiteiten wil de regering samen met de regulator, waarvan de instrumenten, autonomie en onafhankelijkheid zullen worden versterkt, de telecomsector strikt omkaderen. De regulator zal voor een evenwichtige regulering van alle betrokken spelers zorgen. Vandaag kan de ministerraad, aldus de minister, alle beslissingen van het BIPT schorsen, behalve de beslissingen betreffende de bevoegdheden die in een koninklijk besluit worden opgelijst. Dit koninklijk besluit werd nooit uitgevaardigd. Voortaan zal het BIPT als regulator duidelijk in volledige onafhankelijkheid kunnen beslissen over deze bevoegdheden, zoals bepaald in de Europese richtlijnen. Het betreft alle beslissingen in zaken geschillen tussen operatoren en marktregulering ex ante. De bevoegde minister zal ook zijn prioriteiten in zaken telecommunicatie kunnen meegeven aan BIPT.
In de regeringsverklaring staat eveneens dat de rol van het BIPT, evenals de controle erop, door het parlement zal worden verstrekt. In het voorliggende wetsontwerp wordt dan ook voorzien dat het parlement rechtstreeks advies zal kunnen vragen aan het BIPT. Voor wat de wijzigingen aan de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie betreft, wordt herinnerd aan volgende bepaling van het Requeirakkoord. De consumentenbescherming in zaken telecommunicatiediensten verbeteren, de mededinging en transparantie in de telecommunicatiesector verhogen. Een aantal krijtlijnen van het bestaande regelgevingskader worden aanzienlijk gewijzigd. En er zijn er vier. De eerste gaat over de versterking van de maatregelen. Een beetje aandacht vragen voor de verslaggever, want het is moeilijk om te volgen voor de mensen die willen luisteren. Dank u wel. Dus de eerste krijtlijn gaat over de versterking van de maatregelen met betrekking tot de consumentenbescherming. En daaronder zijn 10 belangrijke wijzigingen. Ten eerste, de consument zal zonder kosten kunnen opstappen bij elke tariefverhoging van zijn operator. Ten tweede, de consumenten zullen kosteloos hun contract kunnen opzeggen na 6 maanden. Enkel tijdens de eerste 6 maanden van het contract kan de operator een verbrekingsvergoeding vragen die maximaal het resterende abonnementsgeld voor de resterende periode van 6 maanden kan bedragen. Ten derde, indien de consument bij aanvang van het contract een eindapparatuur van zijn operator heeft gekregen, bijvoorbeeld een gsm of een iPad, dient de operator een afschrijvingstabel met maximale duurtijd van 2 jaar bij het contract te voegen. Indien de consument zijn contract voor het verlopen van de afschrijving opzegt, dient hij enkel de restwaarde van de eindapparatuur te vergoeden. Ten vierde, contracten van bepaalde duur zullen niet langer dan 24 maanden mogen duren en de consument kan altijd vragen om het contract te beperken tot 12 maanden. Ten vijfde, de consument zal bij het afsluiten van zijn contract veel meer en duidelijke informatie moeten krijgen over de betrokken diensten. Zo zal de operator voor al zijn tariefplannen een informatiefiche dienen te maken. Het BIPT bepaalt de inhoud van de informatiefiches. Ten zesde, een contract zal niet meer telefonisch kunnen worden afgesloten of verlengd, doch enkel na een schriftelijke bevestiging van consument ingang hebben. Ten zevende, de consument krijgt een kosteloze waarschuwing wanneer hij een bepaald financieel plafond en een plafond voor data uitgedrukt in hoeveelheid overschrijdt. Standaard zal een financieel plafond worden ingesteld. Dit zal worden bepaald door het BIPT. De consument kan zelf zijn plafonds instellen op basis van een door het BIPT opgestelde lijst. Ten achtste, gezien er steeds meer gezamenlijke verkopen worden georganiseerd van verschillende pakketten aan telecomdiensten, is het ook belangrijk dat ook de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consument in zaken tv-diensten op een gelijkaardige manier wordt gewijzigd als de telecomwet. Anders zouden de consumenten die een telecompakket contract bezitten aan verschillende regels onderworpen zijn in zaken bijvoorbeeld opzegvoorwaarden. Deze wet werd dienovereenkomstig aangepast om dezelfde consumentenbeschermende maatregelen in te voeren. Ten negende, de werking van de ethische commissie in zaken telecommunicatie wordt versterkt. Het is immers heel belangrijk om effectief te kunnen optreden tegen de overtredingen in zaken dure telefoonnummers en dure sms-nummers waar vooral veel jongeren gebruik van maken. Ten tiende, op haar vraag wordt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer betrokken bij alle vast te stellen bepalingen in de telecomwet waarbij mogelijkerwijs persoonlijke gegevens van de gebruiker dienen worden uitgewisseld, bijvoorbeeld tussen de operator en BIPT. Een tweede krijtlijn gaat over de harmonisatie van de maatregelen met betrekking tot economische regulering. Met het nieuwe kader wordt ook een verbetering van de algemene werking van de elektronische communicatiemarkt op Europees vlak beoogd. Alle innovatie en investeringen zullen worden aangemoedigd. Nauwere samenwerkingsmechanismen met de Europese instanties, waaronder 1 nieuwe Europese organisatie, BEREC, het orgaan van de Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, zullen zorgen voor een betere aanpak van situaties van economische machtsposities in deze sector. Een derde krijtlijn gaat over de vereenvoudiging en uitbreiding van het stelsel van universele dienstverlening.
Op termijn en onder sommige voorwaarden strekt de wet ertoe bepaalde universele dienstverleningsplichten lichter te maken. Ofwel omdat ze geen bestaansreden meer hebben, ofwel omdat ze via andere middelen worden uitgevoerd. Het systeem van prestaties die als sociaal element van de universele dienstverlening worden verleend, wordt grondig gemoderniseerd. De arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 2010 en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 januari 2011 hebben tot gevolg gehad dat het mechanisme voor de financiering van de sociale telefoontarieven dat in de wet is vermeld, is vernietigd. Het wetsontwerp brengt de wetgeving in overeenstemming met deze arresten. Het sociale telefoontarief, waarbij de gerechtigden vandaag kunnen kiezen tussen vaste telefonie en gsm, wordt dan weer uitgebreid naar internet. De vierde en laatste krachtlijn gaat over grotere efficiëntie in het beheer van de schaarse hulpbronnen. Op het gebied van het beheer van het radiospectrum gelden de neutraliteitsprincipes. Behouden ze uitzondering zullen alle technologieën en alle diensten kunnen worden gebruikt in alle frequentiebanden. Tal van personen worden regelmatig thuis opgebeld door verkopers, vaak 's avonds of tijdens het weekend, en wensen niet meer gestoord te worden door deze oproepen die ze als hinderlijk of opdringerig beschouwen. Daarom wordt er in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming dan ook bepalingen voor het opstellen van een bel me niet-register ingevoerd. Elkeen die niet telefonisch wil benaderd worden voor commerciële aanbiedingen kan zich hierop laten inschrijven. Het verplichte bicamerale wetsontwerp 1678 tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met de betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector bevat 4 artikelen tot aanpassing aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling met betrekking tot het statuut van de regulator BIPT, onder andere om grensoverschrijdende geschillen te behandelen. Na de inleiding van de vice-eerste minister kregen collega's Van Rompuy en Mats de gelegenheid om hun voorstellen toe te lichten. Tijdens de algemene bespreking kwamen achtereenvolgens mevrouw Mats, mevrouw Pirijns, meneer Lawesch en ikzelf aan het woord. Mevrouw Watts verwees naar haar serie reeds ingediende wetsvoorstellen en stelde tevreden vast dat vele van de door haar aangebrachte bepalingen in dit wetsontwerp vervat zijn. Maar ze kwam nog terug op de looptijd van de contracten, de toegang tot bepaalde sms-nummers en een goede gedragscode voor de operatoren. Mevrouw Pirijns betreurde dat de gelegenheid niet gebruikt was om ook iets te doen aan de prijzen van de telecom- en internetsector. Alsook pleitte zij voor een omgekeerd systeem voor het gebruik van de marketinglijst. Nu moet men vragen om eraf gehaald te worden. Zij zou liever zien dat de klant zich kan inschrijven op een lijst. Meneer Lawesch zag dit wetsontwerp slechts als een eerste stap. Nu moet er nog werk gemaakt worden van een verdere democratisering en toegang tot telecommunicatie voor iedereen. Ook moet er volgens hem over gewaakt worden dat de telecomschulden van de mensen niet uit de pan swingen. Ikzelf had de vrees dat dit wetsontwerp de onafhankelijkheid van het BIPT onvoldoende garandeert en vroeg naar de houding van de vice-eerste minister tegenover spelers als Facebook, Google en Skype die tot nu toe niet investeren in de infrastructuur. De vice-eerste minister ging in op alle aangebrachte opmerkingen. Na de replieken van de sprekers werden de amendementen ingediend door mevrouw Maas en Stevens, als ook 1 amendement door mevrouw Pirijns. Vervolgens werd er overgegaan tot de artikelgewijze bespreking en de toelichting van de amendementen. De minister gaf een negatief advies voor alle amendementen. Bij het amendement van mevrouw Stevens en Maas over de invoeging van een nieuw artikel dat de gelijkwaardige toegang tot de telecommunicatiediensten beoogt voor doven en slechthorenden en patiënten met spraakproblemen door de oprichting van een relay-service beloofde de minister wel dat aan het instituut zal gevraagd worden om in de komende maanden een overleg te organiseren met de verschillende representatieve gehandicapte verenigingen. De volgende stap in de bespreking was de behandeling van het advies van de dienstwetsevaluatie. 3 van de voorgestelde correcties bleven overeind na overleg met de Kamer en werden dus ook toegepast. Het tweede wetsontwerp gaf geen aanleiding tot verdere bespreking in de commissie. Dan werd er overgegaan tot de stemmingen.
Op het wetsontwerp 1677 werden de amendementen nummer 1 tot en met 10 verworpen met 9 stemmen tegen 1 stem. Amendement 11 werd ingetrokken omdat het werd omgezet naar een tekstcorrectie. Amendementen 12 en 13 werden eveneens verworpen met 9 stemmen tegen 1 stem. Amendement 14 werd eenparig verworpen door de 10 aanwezige leden. Het wetsontwerp in zijn geheel werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1 stem. Ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp vervallen de wetsvoorstellen 507, 530 en 1135, waar ik in het begin van het verslag naar verwezen heb. Het wetsontwerp 1678 tot wijziging van de wet van 17 januari 2003. Daar werden de artikelen 1 tot en met 4 alsmede het wetsontwerp in zijn geheel eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden. Tot zover het verslag. Dank u, mevrouw de rapporteur. Ik heb een paar tussenkomsten toch in het debat. Misschien kan ik suggereren om de algemene discussie even te onderbreken om de laatste mondelinge vraag aan de orde te stellen. Dit is de vraag van collega Sleurs aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het dagelijks bestuur van het Fonds voor Medische Ongevallen. Heeft het woord, mevrouw Sleurs. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte minister, geachte collega, uit de recente berichtgeving blijkt dat het Fonds voor Medische Ongevallen, opgericht met de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, nu eindelijk van start zal gaan op 1 september 2012. Over de waarschuwingen en twijfels die de Koninklijke Academie voor Geneeskunde reeds heeft geuit over de werking, zal ik het niet hebben. Geachte minister, wel over het dagelijks bestuur. Tijdens de opstartfase van het fonds werd de dagelijkse leiding immers aanvankelijk waargenomen door een coördinator en een directeur-generaal ad interim. Naar verluid echter wordt het dagelijks bestuur ondertussen verzekerd door de administrateur-generaal van het RISIF. Kan u mij, geachte minister, meedelen waarom het dagelijks bestuur van de directeur-generaal ad interim zo kort voor de effectieve opstart van de activiteiten op 1 september overgedragen werd aan de administrateur-generaal van het RISIF? Wanneer zal de procedure voor een nieuwe leidend ambtenaar voor het FMO opgestart worden? Werd deze functie reeds gewogen en indien dit het geval is, in welke salarisband werd deze functie ingeschaald? Ik dank u. Dank u, collega. Het woord stellen, mevrouw de minister. Dus mevrouw, de waarnemend directeur-generaal van het Fonds voor Medische Ongevallen diende op 14 mei 2012 zijn ontslag in en de raad van bestuur van het fonds heeft dat ontslag op zijn zitting van 21 mei jongstleden aanvaard. Om de continuïteit in de leiding van het fonds te garanderen, beslissen de raad van bestuur om de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van het RISIF als vervanger te benoemen om het dagelijks beheer tijdelijk te verzekeren. Deze beslissing past in het kader van de start binnen afzienbare tijd van de activiteiten van het fonds en de nakende integratie van het Fonds voor Medische Ongevallen in het RISIF die behoudens de goedkeuring door het parlement op 1 januari 2013 een feit zal zijn. Ondertussen buigt het RISIF zich over de selectieprocedure voor de leidende ambtenaar. De FOD PNO houdt zich momenteel met de functieweging bezig. Net als het RISIF hoop ik dat deze procedure zo snel mogelijk tot een goede einde wordt gebracht. Ik beklemtoon dat dit geen invloed heeft op de datum waarop de activiteiten van het fonds effectief van start zullen gaan en die nog altijd voor 1 september 2012 staat gepland. Ik verheug mij er in dit verband over dat dit project kan worden afgerond, want men spreekt er nu al meer dan 20 jaar over. Dank u, mevrouw de minister. Mevrouw Sleurs. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Als ik het dan goed begrepen heb, zal u dan, van zodra de kandidatuur terug ingevuld is, het terug overlaten naar het FOD?
volksgezondheid en is het risico een tijdelijke oplossing? Is dat wat ik verstaan heb? Dan dank ik u voor uw antwoord, mevrouw de minister. Het incident is gesloten. Ik hervat nu de algemene bespreking rond het punt 10 en 11 van onze agenda. De wet diverse bepalingen in zaken telecom. Ik heb twee sprekers die ingeschreven zijn. D'abord monsieur Belot en ensuite j'aurai madame Mats. Monsieur Belot, vous avez la parole. Madame la Présidente, chers collègues, les textes qui nous sont présentés aujourd'hui transposent en droit belge le troisième paquet télécom qui était attendu depuis un certain temps. Deux facteurs principaux sont à l'origine de ces longs délais, la complexité de la matière et la longue période des affaires courantes qui a également pénalisé le dossier. Nous pouvons cependant nous réjouir que ces textes puissent enfin aboutir. Les textes que nous nous apprêtons à voter reflètent le point d'équilibre d'un travail de longue haleine. Des choix ont inévitablement dû être posés, mais le résultat va dans le sens d'une meilleure protection du consommateur et d'un renforcement de la concurrence dans le secteur des télécoms. Le groupe MR voudrait revenir sur quelques éléments qui emportent sa satisfaction. Premièrement, la suppression des frais de résiliation après 6 mois donnera beaucoup plus de liberté et de flexibilité aux consommateurs. Elle obligera également les opérateurs à être sans cesse compétitifs. Cette mesure pourra entraîner une nouvelle dynamique sur le marché des télécoms dès lors que les opérateurs devront fournir plus d'efforts pour conserver leurs clients. Deuxièmement, l'obligation pour les opérateurs de réaliser des fiches d'information standardisées permettra une comparaison objective des différentes formules tarifaires. Ces fiches apporteront la transparence jusqu'ici manquante. Le consommateur pourra désormais véritablement comparer et disposer des éléments nécessaires à la détermination de la formule la plus adaptée à ses habitudes de consommation. Il pourra ainsi poser son choix en connaissance de cause. Troisième élément de satisfaction, toute modification ou prolongation de contrat devra se faire dorénavant par voie écrite. Un appel téléphonique ne suffira donc plus. Le consommateur pourra ainsi être plus attentif aux détails contractuels de l'offre qui, sous le couvert d'un avantage promotionnel alléchant, pourrait gréver le budget du ménage. Enfin, quatrièmement, nous pouvons constater que de nombreux citoyens sont souvent dépassés par les coûts de leurs factures télécom. Ceux-ci vont désormais pouvoir gérer leur consommation de manière plus optimale en déterminant à l'avance et gratuitement un plafond, une limite au-delà de laquelle la facture ne pourra plus être dépassée. Cette mesure constitue un bon signal dans la lutte contre le surendettement. Enfin, les textes visent à renforcer le rôle et l'indépendance du régulateur. L'indépendance de l'IBPT est fondamentale et nécessaire à la réalisation de ses objectifs. L'octroi d'une plus grande indépendance constitue dès lors une avancée supplémentaire. Je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous ouvrons le secteur des télécoms à plus de concurrence, tout en assurant une meilleure protection du consommateur, en lui garantissant une meilleure information et plus de transparence. Pour ces raisons, le groupe MR soutiendra la réforme. Le secteur des télécoms est aujourd'hui en crise de confiance auprès de nos concitoyens. Nous pouvons tous le constater sur le terrain en tant que parlementaires. Les différentes formules et offres existantes sur le marché sont très opaques et peu comparables. Le consommateur se sent régulièrement floué. Il est donc important que nous puissions restaurer cette confiance. Un autre domaine préoccupant reste celui du prix. Nous espérons que la présente réforme pourra tirer les tarifs vers le bas via notamment la mobilité accrue du consommateur. Si nous comparons les prix télécom pratiqués en Belgique à ceux des autres pays européens, nous pouvons constater que ceux-ci sont très élevés. Nous continuerons donc à suivre avec attention toutes les mesures envisagées par le gouvernement afin que le consommateur belge puisse bénéficier de tarifs similaires à ceux pratiqués dans les pays voisins. Je vous remercie. Merci Monsieur Belot. Madame Mats. Oui, merci Madame la Présidente.
Moi, je voudrais également souligner toute la satisfaction que j'ai de voir ce texte arriver ici en séance plénière et pouvoir être voté. En effet, notre commission des finances était penchée à plusieurs reprises sur cet important dossier du droit des consommateurs par rapport aux télécoms. Et donc, je voudrais souligner que par rapport à un certain nombre de textes que j'avais déposés, ceux-ci se sont retrouvés dans le projet de loi et je m'en réjouis. Je voudrais souligner deux, trois choses. Tout d'abord, la fiche d'information standardisée, qui pour moi est vraiment très importante puisqu'elle va permettre enfin aux consommateurs de disposer d'un outil sur le site internet des opérateurs qui leur permettra un certain nombre de comparaisons. La fiche d'information sera jointe au contrat. Elle sera facilement comparable pour les consommateurs afin de leur permettre une évaluation indépendante aisée. Alors, ce qui me touche également dans ce projet, c'est la confirmation écrite. Mon collègue Belot en a également parlé. La confirmation écrite obligatoire, tant de la part de leur opérateur que du consommateur, pour toute modification ou remplacement de son contrat. De même, la résiliation par l'abonné de son contrat peut se faire par tout moyen écrit sans devoir fournir de justification. Le contrat peut être résilié au moment choisi par l'abonné. L'opérateur ne peut demander d'indemnité pour retir anticipé du contrat pour peu qu'il ait été conclu depuis plus de 6 mois. Je pense que c'est certainement là une des avancées les plus importantes de ce projet de loi. Alors, il reste quelques débats que nous devrons mener, entre autres celui visant au surendettement. Alors, si des dispositions existent actuellement dans le projet pour lutter contre le surendettement, il n'empêche que certains opérateurs savent à l'avance que des consommateurs ne pourront honorer ce contrat. Et donc, il nous appartiendra de réfléchir à la meilleure manière de savoir comment, à un moment donné, éventuellement, suspendre ce contrat lorsque plusieurs échéances ne sont pas honorées. Alors, par rapport à ça, j'attendrai avec impatience, comme le ministre s'est engagé, l'avis du SPF Économie sur ce point. L'IBBT avait déjà remis un avis précédemment et arrivé à un texte optimal sur ce point précis qui me tient énormément à cœur. Alors, d'autre part, j'ai retiré mon texte de résolution visant à instaurer un code de bonne conduite, de nouveau, parce que lors de la présentation de la commission, simplement on a donné un peu le temps au temps et permettre au comité d'éthique qui a été mis en place récemment de pouvoir travailler, et nous mènerons, et j'espère que cet engagement sera aussi honoré, d'avoir une évaluation fin de l'année par rapport à tout type de questions que ce comité d'éthique, dont il aurait pu être saisi. Donc, j'ai une satisfaction globale par rapport au texte. Je dis qu'il reprend en gros des problématiques que j'avais déposées ici en Assemblée. Je voudrais vraiment quelque chose de fort sur le surendettement. Depuis qu'on parle de ce troisième paquet télécom dans la presse, les services des CPS, notamment au niveau médiation, se réjouissent vraiment que toutes ces dispositions puissent être mises en œuvre et d'avoir une arme concrète contre les opérateurs pour pouvoir contrer des pratiques abusives, parce qu'il y en a des pratiques abusives, et parfois des pratiques abusives qui abusent de la naïveté de certains consommateurs. Et donc, je me réjouis vraiment qu'on puisse voter ce texte, mais je resterai très attentive aux deux problématiques que j'ai soulevées pour lesquelles nous devrons essayer de trouver une solution. Je vous remercie. Merci, madame Mats. En het woord aan mevrouw Maas of nu? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Niet tegenstaande er een aantal goede ideeën in dit wetsontwerp zitten, zijn er toch nog een aantal punten waar wij onze bedenkingen bij hebben. Onder andere de garandering van de onafhankelijkheid van het BIPT. Wij hadden daarom ook een hele serie amendementen ingediend. Vermits dat die allemaal weggestemd zijn, gaan we dan ook het eerste wetsontwerp tegenstemmen. Dank u, collega. Wens nog iemand het woord te nemen de algemene bespreking? Nee, als dat niet het geval is, dan wordt deze afgesloten. Wij gaan over. Zijn we aan het doen? Nee. Wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. En nu heb ik het over de 78, voor het punt 10. Het verslag slaat ook op het punt 11, de 77.
Ook daar is de algemene bespreking afgesloten, maar we gaan over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerkingen aangenomen. Artikel 2, hetzelfde. 3 en 4, hetzelfde. Wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. Et ceci me conduit au point 12 de notre agenda. C'est la proposition de résolution relative au bilan à mi-parcours du 10e Fonds européen de développement. Le rapporteur est M. Mahou. Je m'en réfère à mon rapport écrit, Madame la Présidente. Je vous remercie. Quelqu'un désire-t-il la parole, Madame Drian? Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, la proposition de résolution relative au bilan à mi-parcours du 10e Fonds européen de développement appelé FED a en fait été réintitulée proposition de résolution relative à l'élaboration du 11e Fonds européen de développement, étant donné le temps qui a été mis pour pouvoir aborder le point. En séance plénière du 28 juin 2012, le constat a été fait effectivement que face à la distribution déséquilibrée des richesses entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il est clair que des politiques d'aide et de coopération au développement ont vu le jour un peu partout dans le monde. Mais la pauvreté reste et demeure un problème central dans les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, et les chiffres en la matière sont plus qu'éloquents. 1,4 milliard de personnes vivent en extrême pauvreté, un sixième de la population mondiale souffre de sous-alimentation. C'est dans ce cadre que l'Union européenne s'est engagée à aider les pays ACP afin d'éradiquer ou tout au moins de réduire le taux de pauvreté pour atteindre des objectifs durables tels que le développement humain et l'intégration dans l'économie mondiale. Au même titre que les accords de partenariat économique votés par cette Assemblée la semaine dernière, le Fonds européen de développement représente un instrument déterminant pour l'octroi d'une aide européenne à la coopération au développement aux pays ACP dans le cadre des accords de Cotonou signés en 2000. Ce Fonds européen de développement, FED, est un instrument distinct, je rappelle, du budget de l'Union européenne et il est financé par les pays membres de l'Union européenne suivant des clés de répartition et de contribution spécifiques. Toutefois, l'inquiétude est en train de naître car les lignes directrices de stratégie au développement définies par le FED connaissent depuis peu une certaine variation et ces nouvelles orientations stratégiques éveillent encore plus des craintes au sein non seulement des pays ACP mais également des membres de la société civile active dans le domaine de la coopération. Les enjeux de la coopération et du développement restent bel et bien d'actualité, encore plus aujourd'hui, face aux récentes menaces et aux nouveaux défis qui compliquent encore plus une situation tangente et difficile. À cela, que ce soit les récentes crises économiques et financières, les augmentations de prix de la nourriture, l'instabilité du prix du pétrole, il faut ajouter les nouvelles réalités telles que les changements climatiques, le manque de biodiversité, l'instabilité et le manque de résistance aux chocs, l'insécurité alimentaire. Ce texte, mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le ministre, madame la présidente, vise bien plus que la simple pérennisation d'une dynamique d'un instrument de coopération au développement. Il s'agit plus que jamais de tenter d'influer son processus vers un mécanisme d'autonomisation au profit des pays ACP et des pays fragilisés. Le constat est qu'à l'occasion de ce processus d'élaboration de ce nouveau Fonds européen de développement, le 11e, le débat international sur le développement et l'aide reflète actuellement un changement de paradigme qui passe d'une approche centrée sur la lutte contre la pauvreté à un modèle basé sur la croissance économique. Au plan européen, cela se traduit aussi par un nouveau document politique publié en 2011 par la Commission européenne et qui est intitulé « Programme pour le changement ». Il s'agit dès lors de rappeler que les priorités de la coopération internationale doivent porter sur un modèle de développement qui respecte et renforce les droits des individus à des services sociaux, à des services de santé et d'éducation efficaces, ainsi que la capacité d'accéder aux ressources et moyens et productions, tout comme à exercer un travail décent. Sans amélioration significative dans le domaine de la cohérence des politiques de coopération, il y a peu d'espoir qu'un modèle de développement basé sur la croissance économique, les investissements et le libre-échange ait le moindre impact sur la réduction de la pauvreté et des inégalités dans les pays en développement.
Tout processus d'élaboration de ce fonds reste source de préoccupation majeure au sein de la société civile et des gouvernements ACP qui constatent aujourd'hui que la société civile est peu incluse et peu écoutée dans ce processus de révision comme dans son élaboration initiale, que d'autre part il y a un net manque de transparence et d'appropriation démocratique puisque le Parlement européen, les parlements ACP nationaux, les autorités locales, la société civile sont peu, voire nullement associés et que ce manque de transparence amène une uniformisation des priorités vers un seul sens. Enfin, on peut craindre la tendance à l'instrumentalisation de l'aide avec notamment en ajout des politiques économiques, migratoires ou commerciales qui seraient totalement contraignantes en termes de nouvelles conditionnalités. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, la présente proposition de résolution tend à rappeler que les principes de partenariat, de transparence et d'appropriation s'imposent comme des critères à l'avenir essentiels dans le processus d'élaboration ou de révision du Fonds européen de développement. Il s'agit de garantir la sécurité alimentaire, la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et que cette aide délivrée par le FED soit qualitativement poussée et délibérément orientée vers la problématique du genre, la problématique des droits humains et la promotion de ces droits, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels. Une position primordiale qui doit supplanter toute considération connexe aux intérêts économiques et sécuritaires européens. Permettez-moi simplement, chers collègues, de vous informer que cette proposition a été sanctionnée par un vote positif de 7 voix pour et 2 abstentions suite au débat de ce 5 juin. J'en appelle donc chaque honorable membre de cette Assemblée à soutenir cette initiative parlementaire qui vise à une bonne mise en œuvre d'une politique de coopération avec un développement équitable et profitable aux pays ACP et fragilisés. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Drian. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il ou elle la parole dans la discussion générale ? Non, si ce n'est pas le cas, elle est close et nous voterons tantôt sur l'ensemble de ce texte. Voilà, nous avons épuisé l'agenda, donc nous passons au vote. En, misschien was het, is het geraden om eerst te stemmen over de benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie. Collega's, ik ben gehouden van een lange tekst aan u voor te lezen, wat ik nu ga doen om deze stemming in te leiden en voor te bereiden. Aan de orde is de benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie, overeenkomstig artikel 151, paragraaf 2, tweede lid van de Grondwet. En artikel 259 bis 2, paragraaf 2 van het gerechtelijk wetboek, moet de Senaat met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen de leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie benoemen. Le Conseil supérieur est composé de 44 membres répartis en un collège francophone et un collège néerlandophone. Chaque collège compte 11 magistrats et 11 non-magistrats. Le groupe des non-magistrats compte par collège au moins 4 membres de chaque sexe et est composé d'au moins, en premier lieu, 4 avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins 10 années au barreau. Deuxièmement, 3 professeurs d'université ou d'une école supérieure dans la communauté française ou flamande possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins 10 années. Troisièmement, 4 membres porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la communauté française ou flamande et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins 10 années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. Tenminste, 1 lid van het Franstalig College moet het bewijs leveren van het kennis van het Duits. Per college worden tenminste 5 leden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een orde van advocaat of door een universiteit of hogeschool van de Vlaamse of Franse gemeenschap. De Senaat heeft in het totaal 63 kandidaturen ontvangen, waarvan 1 die van de heer Paul van Welde te laat werd ingediend. 2 andere kandidaten, de heer Pascal Vrebos en de heer Jean-Dominique Franchimont, hebben hun kandidatuur ingetrokken. Het gedrukte stuk met de lijst van alle kandidaten voor de begeven mandaten werd rondgedeeld onder het nummer 5-1649/1. Op 9, 15, 22 mei en op 5, 18 en 20 juni 2012 organiseerde de Commissie voor de Justitie hoorzittingen met de kandidaten waarvan de kandidaatstelling tijdig werd ontvangen. Alle senatoren hebben kennis kunnen nemen van het curriculum vitae van de kandidaten en hebben hun verdiensten kunnen vergelijken. Je propose donc que nous passions à la nomination par scrutin secret des membres du Conseil supérieur de la justice.
Compte tenu de la multiplicité des critères que doit rencontrer la composition du Conseil supérieur, il a été convenu lors de la réunion du bureau que le Sénat se prononcerait sur une liste modèle. Cette liste modèle comporte un nombre de candidats égal à celui des mandats à pourvoir. Vous avez dès lors reçu un bulletin de vote comportant deux volets. D'une part, une liste modèle mentionnant 11 candidats francophones et 11 candidats néerlandophones. Cette liste comporte uniquement une case de tête. D'autre part, une liste avec le nom de tous les candidats pour chaque collège. Chaque nom est suivi d'une case de vote. De leden die het eens zijn met de modellijst worden verzocht het stemvakje boven deze lijst zwart te maken. Zij die daarentegen de modellijst niet wensen goed te keuren, kunnen 22 voorkeurstemmen uitbrengen, waarvan niet meer dan 11 voor Nederlandstalige kandidaten en 11 voor Franstalige kandidaten. Het staat elke senator zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn of haar keuze. Een stem uitgebracht tegelijk op de modellijst en op één of meerdere afzonderlijke kandidaten zal als ongeldig worden beschouwd. Mocht de modellijst niet de vereiste meerderheid krijgen, dan zal het bureau zich beraden over de te volgen procedure. Het lot wijst de heer Laremans en de heer Miller aan om de functie van stemopnemer te vervullen. Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam zijn stembrief in de stembus te komen deponeren. De stemming is geopend en zij begint met de naam van mevrouw Katabi. Madame Katabi, monsieur Lawesch, de heer Laremans, mevrouw Leinen, mevrouw Maas, monsieur Mahou, madame Mats, monsieur Miller, monsieur Moral, madame Moreale, monsieur Moreau, madame Nissen, de heer Pieters, mevrouw Pirens, madame Saïdi, monsieur Siquet, mevrouw Sleurs, mevrouw Stevens, de heer Swennen, mevrouw Talman, mevrouw Talawi, madame Tarnion, mevrouw Temmerman, madame Tilmans, de heer Tommelijn, de heer Tors, mevrouw Van der Meersch, de heer Van Lau, de heer Van Rompuy, mevrouw Vogels, madame Winkel, madame Zrien, de heer Ancio, madame Arena, de heer Beek, monsieur Belot, de heer Bogaerts, monsieur Boussetta, monsieur Brocci, de heer Buys, de heer Seder, monsieur Cheron, de heer Klaas, monsieur Courtois, de heer Dams, de heer De Bruyne, de heer De Croo, monsieur De Decker, madame De Vreigne, de heer De Groot, monsieur Delperret, monsieur De Meyer, de heer De Pat, monsieur Depré, madame Désir, de heer De Wever, mevrouw Douifi, monsieur Dubus de Warnaf, de heer Durnet, mevrouw Faas, monsieur Fourny, mevrouw Fransen, mevrouw Romans, de heer Ide en mevrouw de voorzitter. Voilà, si tout le monde a voté, le scrutin est clos et il conviendra sans doute au Sénat de poursuivre son ordre du jour pendant que les scrutateurs dépouillent les bulletins. Ik zal eerst de inoverwegingnemingen aan de orde stellen. De lijst van de inoverweging te nemen voorstellen werd rondgedeeld. Zijn er opmerkingen? Aangezien er geen opmerkingen zijn, beschouw ik die voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissies die door het bureau zijn aangewezen. Et nous allons procéder au vote nominatif pour toute une série de points. Wij stellen over het wetsontwerp houdende instelling met het verdrag nummer 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de veiligheid en gezondheid in de mijnen, aangenomen tussen Genève in 1995. De stemming is geopend. Ik nodig u uit om te stemmen. Heeft iedereen gestemd? Als iedereen gestemd heeft, dan wordt de stemming afgesloten. Het resultaat van de stemming.
Ja. De stemopnemers, ja, dat klopt. 51 voor, geen tegen, geen onthoudingen. Het ontwerp is aangenomen. Nous votons sur le projet de loi portant assentiment à l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol. Je vous invite à voter. Tout le monde a-t-il voté? Alors nous clôturons les votes et je demande le résultat des votes. 51 pour, il n'y a pas d'abstention, pas de voix contre. Le projet est adopté et sera transmis à la Chambre des représentants. We stemmen over het wetsontwerp houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische regering en de Macedonische regering. Ik nodig u uit om te stemmen. Is iedereen gestemd? Dan vraag ik de stemming af te sluiten en graag het resultaat van de stemming. 36 voor, 2 tegen, 14 onthoudingen. Het ontwerp is aangenomen en zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Nous votons sur le... Pardon. Ja, meneer De Bruin. Dank u wel, voorzitter. Even herhalen wat er net bij de algemene bespreking ook is gezegd. Bij deze en een aantal gelijkaardige stemmingen zullen wij ons onthouden, omdat wij menen dat wij geen afdoend antwoord hebben gekregen op de opmerkingen, ook geformuleerd door de Raad van State, enerzijds betreffende het ondertekenen van de akkoorden door kabinetsmedewerkers, zonder dat het op dit ogenblik duidelijk is of zij daartoe wel gemachtigd waren. Doorgaans gebeurt dat door de minister of volmacht hij een ambassadeur om dat te doen. Tweede punt van discussie blijft de onduidelijkheid over de procedure die is gevolgd met betrekking tot de deelstatelijke bevoegdheid in deze materie. Dank u. Dank u, collega. Nous votons sur le projet de loi portant assentiment à l'accord sur le transport routier entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Géorgie. Je vous invite à voter. Tout le monde a-t-il voté? Alors nous clôturons les votes. Résultat des votes. 50 voix pour. Il y en a deux contre, pas d'abstention. Le projet est adopté et sera transmis à la Chambre des représentants. We stemmen over het wetsontwerp houdende instemming met het akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer. Ik nodig u uit om te stemmen. Heeft iedereen gestemd? Dan graag het resultaat van de stemming. ...35 stemmen voor, 2 tegen, 14 onthoudingen. U heeft ja gestemd, daar nemen we akte van. Het ontwerp is aangenomen en zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Nous votons sur le projet de loi sur le portant assentiment à l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d'Albanie sur le transport routier international. Je vous invite à voter. Tout le monde a-t-il voté? Alors, je demande de clôturer les votes et le résultat des votes. 36 votes pour, 2 contre, 14 abstentions. Le projet est adopté et sera transmis à la Chambre des représentants. We stemmen over het ontwerp houdende instelling met het akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer. Gelieve te stemmen. Heeft iedereen gestemd? Dan graag het resultaat van de stemming. 36 stemmen voor, 3 tegen. 14 onthoudingen. Het ontwerp is aangenomen en zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Nous votons sur le projet de loi portant assentiment. Pardon, je vote pour. Madame Morel, vous avez voté pour. On en prend acte.
Nous votons sur le prochain point, le projet de loi portant assentiment au protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Je vous invite à voter. Tout le monde a-t-il voté? Nous clôturons les votes. C'est l'unanimité. 54 voix pour, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de voix contre. Le projet est adopté et sera transmis à la Chambre des représentants. Nous votons le Westerland Europol Center for de diverses bepalingen in zaken elektronische communicatie. Mag ik u uitnodigen om te stemmen? Dat kan toch niet? Ok, je vous invite à voter. Ok. Yeah. Ok. Tout le monde a-t-il voté? Madame Katabi. Ah. Et ce résultat? C'est pour une justification de vote, Madame la Présidente. Oui. Allez-y. J'attends là que vous annonciez les résultats ou je... On attend d'abord les résultats, je crois. Oui. Le résultat y est. Donc il y a 37 voix pour, il y a 12 contre, 5 abstentions. Bon, il est adopté et sera soumis à la sanction royale. Mais je vous invite à faire votre déclaration. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, mon groupe s'est abstenu parce que nous estimons que, alors qu'elle en avait l'opportunité, la majorité a laissé passer une chance d'enfin diminuer la facture de nos concitoyens. Quand on sait que la facture GSM et Internet des Belges reste bien au-dessus de la moyenne européenne, il nous semblait important de profiter de l'occasion pour diminuer cette facture. Alors, c'est vrai, tout n'est pas à jeter dans le texte adopté, notamment en matière d'information des clients ou d'obligation d'offres adaptées et non prohibitives pour les personnes souffrant de handicap, un amendement d'ailleurs de mon groupe, l'essentiel manque. Et concrètement, il nous semblait que des amendements avaient d'ailleurs été déposés dans ce sens. Concrètement, ce projet de loi aurait dû créer un mécanisme clair et simple de plafonnement des prix en concertation avec l'Institut belge des services postaux et de télécommunications, notamment pour ce qui concerne l'offre triple play. Ce projet de loi aurait dû également mettre fin aux dérives du télémarketing direct et renforcer plutôt qu'affaiblir l'indépendance du régulateur. Alors, compte tenu des insuffisances de ce projet de loi, mon groupe s'est donc abstenu. Je vous remercie, Mme Katabi, mevrouw Sleurs. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb een stemafspraak met mevrouw Cindy Fransen, omdat zij recent bevallen is van een zoontje, waar wij ons dit heugelijk feit toch wel willen steunen. Dank u wel, daarvoor. En de gelukwensen van de hele Senaat aan mevrouw Frans en haar familie natuurlijk. Dank u wel, mevrouw Sleurs. Dus het wetsontwerp in zaken... De Senaat heeft het ontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging van de koning. Maar ten gevolge van deze stemming vervallen de voorstellen 1135... 507-1 en 530-1, die dus zonder voorwerp zijn geworden. Wij stemmen nu over het ontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 over de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Gelieve te stemmen. Iedereen gestemd? Dan graag het resultaat van de stemming. 54 stemmen voor, geen onthoudingen, geen stemmen tegen. Het ontwerp is aangenomen en zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Et nous votons in fine sur la proposition de résolution relative au bilan à mi-parcours du 10e Fonds européen de développement. Je vous invite à voter sur la résolution. Tout le monde a-t-il voté? Dans ce cas, je clôture les votes et je demande le résultat des votes. 37 voix pour, il n'y a pas de voix contre, il y a 17 abstentions. La résolution est adoptée. Elle sera communiquée au Premier ministre, au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, des Affaires européennes, au ministre des Entreprises publiques, de la politique scientifique, de la coopération au développement, sous le nouvel intitulé « Résolution relative à l'élaboration du 11e Fonds européen de développement ».
En collega's, ik ga jullie het resultaat geven van de stemming inzake de benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie. Hier volgt de uitslag van de geheime stemming over de benoeming van de 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie. Aantal stemmenden 53. Blanco of ongeldige stembriefjes 2. Geldige stemmen 51. Tweederde meerderheid 34. De modellijst behaalt 47 stemmen. Dès lors sont proclamés élus membres du Conseil supérieur de la justice pour het Nederlandzalig College. De heer Joris Lagrou, mevrouw Hilde Derde, de heer Frank Vleerakkers, de heer Tony van Parijs, mevrouw Obe Wirtgen, de heer Paul van Orsoven, de heer Philippe Traast, mevrouw Joël van den Bulk, mevrouw Karen van den Driessen, de heer Paul Keunink en de heer Geert van Hagenborg. Pour le collège francophone, madame France Blanc-Maillan, monsieur Geoffroy de Feustrat, madame Sandrine Hublot, monsieur Didier Pire, madame Catherine Delforge, monsieur Marc van Overstraten, madame Pascal Viel, monsieur Stéphane Davreux, madame Françoise Forêt, monsieur Axel Kittel et madame Michel Lokifer. Il en sera donné connaissance à la ministre de la Justice. Les résultats individuels des candidats seront repris aux annexes des annales de la présente séance. Nous pouvons clôturer la séance. Nous nous reverrons le jeudi 5 juillet prochain à 15h. Merci et bonne soirée.